Welkom bij het enige echte Leidse lijsttrekkersdebat. Welkom mensen thuis, welkom mensen hier in de zaal. Van bijna alle partijen die meedoen aan de verkiezingen zitten de lijsttrekkers er. Partij voor de Dieren ontbreekt nog, maar die verwachten we elk moment. Ik ben Robert Beursen en samen met mijn collega Liebe van Sloot presenteer ik vandaag het debat. En Liebe, misschien kan jij uitleggen hoe we het gaan doen vandaag. Ja, we gaan debatteren. Daar hebben we steeds, hij staat al klaar, de timer, 15 minuten voor. 15 minuten per stelling. En dan beginnen we eigenlijk steeds met twee partijen tegenover elkaar. Die geven een soort de aftrap van het debat. Vervolgens gaan we de debatvloer gaan we verbreden. 4 partijen mogen meedoen. En dan is er daarna de mogelijkheid ook voor de zittende partijen die dus bij het debat aan de zijlijn staan, om 1 keer tijdens de hele middag 1 keer in te breken. En dat mag met de joker. Ik heb er nog eentje, de jokerkaart, die mag dan gespeeld worden. Zo gaat het debat er een beetje uitzien. We gaan dat doen over de volgende onderwerpen. Dat is natuurlijk wonen. We gaan het hebben over de autoluwe binnenstad. Gemeentelijke lasten. Ja, ik zie iemand al heel veel lachen, die heeft er zin in. Dat is hartstikke goed. Participatie en armoede komen ook nog aan bod. Dat zijn de andere onderwerpen. Tussen de stellingen door, dus we hebben steeds blokje stellingen, het debat. Daarna krijgen we steeds 3 pitches. Dan heb je gewoon 1 minuut als partij om te vertellen, nou ja, eigenlijk antwoord te geven op de vraag van waarom moet je op mijn partij stemmen? 1 minuut is dan de vloer van jou. De jokers, die heb ik al verteld. Eén soort uitzondering bij de jokers, die is voor Pieter Krol. Omdat hij als zittende partij maar 1 stelling krijgt, mag hij zijn joker, even een compromis gezocht, mag hij zijn joker 2 keer inzetten. Verder nog een quizje. Eventjes met de kaartjes staan zitten quiz. Ja. Dus we gaan ook nog eventjes de kennis testen over Leiden. En er is nog een pauze. Dus een vol programma. Maar dat moet te doen zijn zo, denk ik, tot 2 uur. Ja, we gaan snel beginnen. Misschien dat niet iedereen hier aanwezig of de mensen thuis alle lijsttrekkers kennen. Dus we willen jullie allemaal vragen om even op het toneel te komen staan. En dan gaan Liebe en ik jullie vragen om je even voor te stellen. Ja, beginnen we bij Ashley Noord van GroenLinks. Daar ben jij de lijsttrekker. Het coronavirus heeft ook de redactie van Sleutelstad geveld. Jij hebt het ook weer gehad. Leef jij weer een beetje? Dat klopt, ja. Ik was vorig weekend geveld door corona. Maar inmiddels weer helemaal hersteld. De eerste dagen waren vrij pittig, maar daarna ging het ook weer flink wat beter. Dus de conditie is nog niet helemaal zoals ik hem wil hebben, maar al wel weer een stuk beter. Oké, dus wel scherp of? Altijd scherp. Okay. Best scherp. Ashley Noord van GroenLinks is dat. Ja, dan mag jij de microfoon aan Julius Terpstra geven van het CDA. Hij heeft een eigen microfoon. Ja, Julius, een vraag. Als Marleen deze vraag zou stellen, zou het net even anders overkomen. Maar een vraag die vrouwen altijd krijgen. Hoe combineer je dat vaderschap en de raad? Nou, dat is nog best wel een uitdaging. Momenteel slaap ik bar weinig. Ik hou heel veel van mijn kleine dochter van 6 maanden, hoor. Maar weinig slapen. Dus dat is aanpoten. Dus samen met mevrouw Kirsten proberen we het allemaal alle ballen in de lucht te houden. En tot nu toe gaat dat aardig. Fleur Spijker, D66. De onderzoeksredactie is bezig geweest. Je hebt honden. Ja, klopt, 1. Maar je bent bang voor honden, hoe zit dat? Ja, ik was tot voor kort heel bang voor honden. Maar wij kregen een logeerhond in 2019 en die is gebleven. En ik kan nu echt niet zonder. Okay. Ja. En is het dan thuis altijd leven in de brouwerij? Zeker, zeker. Want ik heb wat oudere kinderen, inmiddels ook al 1 de deur uit. Maar sinds we de hond hebben, komt iedereen beneden zitten. En we zijn natuurlijk lekker altijd aan de wandel. Maar de hond nu thuis vanmiddag? Die is thuis, ja. Ja. Nee. Ik had hem graag meegenomen. Ja. Nou, we hebben ook mensen die van partijen gewisseld zijn. Eén daarvan is Marcel Terlouw. Van GroenLinks naar Klimaatactie Nu. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar jij bent ook fotograaf. Wat is nou jouw favoriete plek in Leiden om te fotograferen? Ja, dat zijn er vele. Ik fotografeer het liefst mensen. Dus waar ik mensen tegenkom, daar doe ik het liefst mijn werk. En dan nog het liefst mensen die met iets bezig zijn. Gisteravond had ik een bijeenkomst
met het Leidssteunpunt Migranten. Nou, dat vind ik altijd zijn van mijn favoriete onderwerpen. Als mensen onderling met elkaar bezig zijn, dan ga ik daar graag fotograferen. Oh, veel foto's maken dan tijdens je werk als raadslid. Als je er natuurlijk misschien zit daar wel een reportage in, ja. Dat zou heel mooi kunnen. Na de verkiezing dan. Martine van Schaik is nog onderweg, dus ik ga even door naar Pieter Kool. Raadslid van het jaar. Jazeker, een mooie waardering van een onafhankelijke jury. Ja, dus daar ben ik ze zeer erkentelijk voor. Maar wel extra prestatiedruk vandaag? Nee hoor, dat valt wel mee. Kijk, die titel raadslid van het jaar is wat mij betreft vooral een hele mooie waardering voor het werk wat je ook als kleine fractie met maar één zetel neer kan zetten. En zelfs met één zetel is dat echt een teamprestatie van mensen die dat, zeker duo raadsleden, die dat nou nagenoeg vrijwillig doen. Dus dat is hartstikke mooi. Okay. Nou, Pieter Kool van de ChristenUnie. Zijn er ook studenten in de zaal vandaag? Volgens mij wel. In ieder geval één die voor Studenten voor Leiden aan de bak gaat. Zeker. Studeer je zelf ook nog? Ja, nou althans, ik probeer het nog. Ik probeer nu mijn bachelorscriptie geschiedenis te schrijven. Maar ja, dat gaat nu even lastig in campagnetijd. Ja. Heb je het ervoor over, 4 jaar vertraging? Ja, zeker. Ja. Zal ik er nog meteen één doen? Doe jij er nog eens eentje? Ja, dat is ook weer zo iemand die van partij gewisseld is. Brit Tirana, Leiden participeert, ben je nu. Je kwam meteen in het nieuws omdat je vond dat de burgemeester maar op moet stappen. Ja, het is wel grappig dat ik daarvoor inderdaad in het nieuws kwam. Ja, maar ik heb nog een vraag. Oh, ja. Wie moet dan burgemeester worden? Ja, dat vind ik een hele mooie. Want ik vind ook wel dat we eigenlijk toe moeten naar gekozen burgemeester. Want ik weet dat heel veel landen zich altijd verbazen dat in Nederland, we zijn zo bezig met democratie, maar die burgemeester is niet gekozen. Dus ik ben wel benieuwd hoe we dat weer nieuw leven kunnen inblazen. En wie dat moet worden? Een vrouw. Om mee te beginnen. Jijzelf? Goed idee. Nou, ik nog niet. Nee, ik wil gewoon de raad eerst in. Gaan we door naar Abdelak Jeroemi van de Partij van de Arbeid. Je hebt een voetballende zoon. Vrijdag tegen FC Dordrecht, hè? Ik had die vraag verwacht. Ja. Altijd. Ja, nee, hij moet vanmiddag om 2:30 tegen PEC Zwolle thuis. Ik heb ook een jongste, die gaat zijn 6e jaar bij Sparta Rotterdam in. En die heb ik vanochtend om 5:30 al naar Rotterdam gebracht. Want die moest met de bus naar VV Venlo. En mijn vrouw die is nu met de oudste mee. En dat is een beetje het leven wat we leiden. Ja, maar heb jij dan ook hoog gevoetbald of hebben ze het talent van iemand anders? Nou, ik heb ook altijd wel goed gevoetbald, maar niet hoog gevoetbald. Mijn ouders die konden helaas, die zijn denk ik in mijn hele carrière 2 keer wezen kijken. Dus die hadden er niet echt iets mee. Oké. Okay. Abdelak Jeroemi van de Partij van de Arbeid. Nou, meteen een goede tip ook. Ga vaker kijken en dan word je kind profvoetballer. Maarten de Krom van de VVD. Ik hoor dat jij enorm fan bent van een bepaald automerk. Laten we dat niet noemen, want we zijn ook op tv. Maar kan je nog wel parkeren in Leiden? Nou, ze zijn begonnen bij mij in Leiden-Noord met een mooi herinrichtingsplan. Maar we merken wel dat de parkeerplekken minder worden. Ik moet zeggen, ik doe heel veel op de fiets. Het is een mooie Italiaanse auto, maar eigenlijk rijdt mijn aanstaande er meer in dan ik. Ik doe eigenlijk meer op de fiets, ja. Mag de microfoon even naar Thijs Vos van de partij Sleutelstad. Je bent de jongste vanavond. Geboren in Biezelingen, een dorpje met net meer dan 2000 inwoners. Dat is een beetje het aantal wat vandaag kijkt. Hè? Was het even schrikken toen je in Leiden kwam? Nee, eigenlijk totaal niet. Ik heb me altijd als een vis in het water gevoeld in Leiden. En ik hoop hier de rest van mijn leven ook te blijven wonen. Oké. Okay. Thijs Vos van partij Sleutelstad. Nou, en de laatste, Thomas van Halm. We hebben je Instagram-account even doorzocht. En nee hoor, ons valt op dat je gek bent op koken en je kat. Hoe gaat dat samen op Instagram? Hoe doe je dat? Nou, ik heb maar 2 Instagram-posts en dat is eentje van... dat ik notchie aan het maken ben. Veel notchie. En mijn kat inderdaad. Dat gaat goed samen. En van welke 2 kunnen we binnenkort meer posts verwachten? Ja, ik denk dat ik er wel wat meer mee moet doen. Ja, maar wordt het dan koken of de kat? Oeh, dat is de kat dan wel. Ja. Dat doet het toch net iets beter vaak. We houden het in de gaten. Dank jullie wel. Ga lekker zitten. En lieve, we gaan de eerste stelling doen, denk ik. Hè? Niet allemaal gaan zitten. CDA, D66 blijven staan. SP en Studenten voor Leiden aan de zijkant. Even kijken. Fleur, zou jij dan bij die staantafel willen staan? En jij bij die inderdaad. En jij inderdaad, Thomas, daar weer naast. En dan... Oké,
De stelling waar we het over gaan hebben, omtrent het thema wonen, is: Leiden moet veel meer sociale woningen bouwen en daarbij moeten vooral coöperaties aan zet zijn. Dat is de stelling. Nou, we hebben natuurlijk de wethouder, maar ook in hoedanigheid van lijsttrekker van D66, wethouder wonen, geweest. En Julius Terpstra van het CDA, van de oppositie natuurlijk. Dus dat belooft wat. Ik zou zeggen, laten we aftrappen met jou, Julius Terpstra. En dan druk ik ook de timer in. En dan kunnen we echt beginnen. Even kijken. Hij loopt, dus Julius Terpstra, aan jou het woord. Ik mag een pitch geven. Nou, wij zijn het eens met de stelling, want er moeten in alle categorie woningen moeten er meer woningen bij worden gebouwd. Sociaal, middenhuur, middenkoop, maar ook luxe, want er is gewoon woningnood. Dus we moeten de aankomende jaren fors gaan bouwen. Maar als het aan het CDA ligt, gaan we wel gevarieerd bouwen. We gaan niet alleen maar torens bouwen met kleine luxe appartementen, maar wat ons betreft gaan we ook bouwen voor gezinnen en voor ouderen en zorgen dat die doorstroom op de markt op gang komt. Want daar ontbreekt het op dit moment aan, wat ons betreft. Dit college wil 10.000 woningen gaan bouwen, maar van 85% staat in de woonvisie appartementen. Dat vinden wij veel te veel. Dat moet veel gemixter, dat moet gevarieerder voor gezinnen, voor de ouderen. Daarmee moeten we aan de bak de aankomende jaren. En dus ook meer sociale huurwoningen. Ja, dus het punt van kritiek op het huidige beleid, er is niet gevarieerd genoeg gebouwd. Daar kom ik zo nog even op, want ik ga eerst neerzetten wat D66 wil. En D66 wil bouwen voor iedereen. En dat is met name voor starters, voor studenten en senioren. 30% sociale woningbouw vinden wij in die zin voldoende. En die kunnen gebouwd worden door zowel corporaties als door commerciële ontwikkelaars. Maar waarom is dat nog niet gebeurd, dat gevarieerde programma? Nou, ik zal je vertellen wat er aan de hand is. 54% van de mensen in Leiden zijn alleenstaand. We hebben de afgelopen jaren veel gebouwd eensgezinswoningen. En wat er juist nu toegevoegd moet worden, zijn appartementen. En overigens hebben we ook geen ruimte. Want ik wil dan de heer Terpstra van CDA vragen: waar gaat u die eensgezinswoningen bouwen? Is dat bijvoorbeeld in de Oostvlietpolder? Kiest u daarvoor? Vertel het me. Ja, nee. Waar gaan ze komen? Nou, zeker. Nou, het CDA kiest er bewust voor niet om de Oostvlietpolder te bebouwen. Daarvan hebben we altijd gezegd, die houden we groen. Maar ik vind het getuige van gebrek aan creativiteit van de wethouder in deze, of de lijsttrekker van D66, mevrouw Spijker. Je kan ook gecombineerd. Er zijn heel veel nieuwe concepten. Heel veel bouwers werken ook met hoogbouw, ook met gezinsconcepten, met binnentuinen, met veel groen, waar aandacht voor is. En mind you, de TU Delft, die heeft onderzocht dat de grootste woningbehoeften nog steeds eensgezinswoningen zijn en niet luxe driekamerappartementen van 60 vierkante meter. En die kant gaat het op. Als je kijkt naar de laatste zin, als je kijkt naar de Lammenschans driehoek, dat vind ik echt, daar komen 1400 appartementen. En we moeten echt uitkijken dat we over 20 jaar niet zeggen van daar hebben we echt spijt van. Ja, Fleur Spijker, je bent niet creatief genoeg. Nou, dat als er één creatief is en geweest is de afgelopen periode, is dit het college wel. We bouwen allerlei varianten. Hè? Dus bijvoorbeeld een project zoals LEED met 560 woningen. Daar komen allerlei type woningen in. Met zelfs voorzieningen daarin. Met een groot percentage sociaal. Dat gaat een forse aantallen. Daar wordt ook zelfs gekeken naar hofvormen daarin te bouwen. Nee, mijn punt gaat erom dat het CDA zegt, je moet eensgezinswoningen bouwen. Dus grondgebonden. Een huis met een tuin. En dat kan gewoon niet in Leiden. Ja, enkele woningen. Maar de grote klap moet gewoon komen met die grote woningen. Waar het gaat om appartementen. Maar kijk, als je de lucht in gaat, hè, boven de 70 meter, mevrouw Spijker haalt LEED aan. Alles boven de 70 meter is per definitie niet meer betaalbaar. Dat wordt ontzettend duur, de regelgeving is streng. Wat is materialen voor jou betaalbaar? Nou, maar voor mij, ik zou het liefst in die middencategorie, wat ik net al aangaf, als het gaat om huren, tussen de 750 en 1000 euro aan huur. Dat is al heel veel, maar ook kopen. Ik vind het ook koop. Wat is de koopprijs? Nou ja, zo rond 2,5 ton. Dat vind ik betaalbaar. Daarnaast wordt het al heel erg snel heel duur. D66 zegt, wij bouwen voor starters, studenten en senioren. Ja, maar ook in die prijskategorie? En ook betaalbaar. Ja, we hebben juist deze collegeperiode enorm op die betaalbaarheid ingezet. We hebben 17,5 miljoen van het Rijk binnengekregen om juist ook te zorgen dat die betaalbare woningen gerealiseerd kunnen worden. Dus volgens mij zit de discussie met name in dat CDA zegt, je moet eensgezinswoningen bouwen met tuinen. Ik zeg, je moet creatief bouwen. Je kan ook gezinsconcepten binnen hoogbouw. Maar je hebt inderdaad ook eensgezinswoningen nodig. Daar doen wij ook voorstellen voor in ons programma. Je kan ook
met verdichten kun je nog steeds eensgezinswoningen bouwen. En dat zou ik de wethouder aanraden, we hebben echt voldoende appartementen. Er gaan aankomende jaren 85% moet alleen maar driekamerappartementen. Daar zitten de mensen niet op te wachten. En de ik zou u willen daar uitdagen. Wel op te wachten. Ik er zou is u maar 20% van... Ik zou u willen uitdagen om ook te kijken naar onderzoeken zoals bijvoorbeeld van professor Boehouwer, die aangeven, juist mensen hebben behoefte aan ruimte en aan... eensgezinsconcept. Eén keer naar Fleur Spijker, dus daarna gaan we de vloer verbreden. 20% van de mensen in Leiden, dat bestaat uit gezinnen. 54% is alleenstaand. Ik vind dat het CDA veel te veel blijft hangen in de oude tijd. We moeten nu naar de toekomst toe. We moeten gewoon op basis van de gegevens die we hebben echt die appartementen bouwen. En her en der kan je best nog een eensgezinswoning bouwen. Dat doen we ook. Maar niet, laat maar zeggen, huizen met een tuin. Dat kan gewoon niet. Nee. Heel even de vloer verbreden. Thomas van Halm, SP, mag ook meedoen. Mitchell van Student voor Leiden ook. Thomas, eventjes naar jou. SP, voor jullie is wonen ook altijd een thema. Hè? Doe even een klein stapje naar links. Denk voor het beeld iets. Zal ik doen? Zal ik doen? Ja. Jazeker, dat is een heel groot thema voor ons. Dat zal je ook nog merken in mijn pitch zo direct. Maar ik hoor goede dingen. Divers bouwen, veel bouwen. Ik denk dat eigenlijk elke partij wel de woningnood ziet. En eigenlijk kan niemand eromheen dat er gewoon veel gebouwd moet worden. Waar de SP heel erg voor inzet, is sociale woningbouw. En ik hoor de wethouder zeggen 30%. Dat vinden wij echt te weinig. Dat is echt een minimum. Zelfs het kabinet, het rechtskabinet, ziet dat het 30% toch wel moet. We moeten echt naar 40% op zijn minst. En daar is gewoon grote behoefte aan. De woningbouwcorporaties hadden afgelopen week ook een kampvuurmeeting. Waarin ze ook eigenlijk zeiden, de bedragen zijn gewoon te hoog. Er zijn ook heel veel mensen die niet eens zeg maar huursubsidie kunnen aanvragen. Omdat, heel omdat even nog een vraag aan jou, want je zegt 40%. Maar dan is vaak ook de vraag, hoe ga je dat praktisch regelen? Is dat te realiseren? Dat is te realiseren. Op welke manier? Omdat woningen geld opleveren. Zelfs sociale woningen. Dus dat is ook een afspraak maken met de woningbouwcorporaties. En dat is ook vooral de woningbouwcorporaties de ruimte geven om aan de slag te gaan. En dat ook ten koste van de grote investeerders die veel meer geld willen verdienen en vaak niet zoveel zin hebben in sociale woningbouw. Oké. Heel eventjes naar de student voor Leiden zometeen. Ja, dankjewel. Mogen jullie weer? Ja. Joker. Er is een joker, ja. Eerst even Mitchell van Student voor Leiden, daarna komt de joker. Want ik hoor heel veel mooie ambities hier. Hè? En daar ben ik ook echt heel blij mee. Dat eigenlijk alle partijen de ambitie hebben om meer te gaan bouwen. Maar als ik door de stad loop en ik spreek mijn leeftijdsgenoten, ik ben zelf 22 jaar, ik ben wel de jongste hier, niet Thijs. Dan is er gewoon niks meer betaalbaar voor mijn generatie. En ik zie in de stad zo ontzettend veel leegstaan. Er is zo ontzettend veel beschikbaar in de binnenstad en daarbuiten aan bebouwde grond al, wat nog leeg staat en wat eventueel gewoon woningen kunnen zijn. Ik hoor de wethouder, lijsttrekker, ik moet altijd even kijken naar het speltje, heel vaak zeggen, we bouwen voor studenten, we bouwen voor starters. Maar als student, als starter, ik kom er niet tussen op deze woningmarkt. En er moet echt iets veranderen. En ik denk dat de afgelopen jaren er te weinig geluisterd is naar de mensen waar we het nu de hele tijd over hebben. Ik hoor bouwen voor studenten, ik hoor bouwen voor senioren. Maar deze mensen, gezinnen, deze mensen worden totaal niet betrokken in het proces als het gaat waar wat zij willen. Wat willen deze mensen nou waar zij willen gaan wonen? Als je aan een student vraagt, waar wil je nou gaan wonen straks? Dan zeggen ze, nou, met z'n allen, met een fusie, willen we daar gaan wonen. Nou, wat is de afgelopen jaren gebouwd? Nauwelijks studentenhuizen met fusies. En al deze partijen hebben nu opeens de grote mond dat ze fusies willen gaan bouwen. En terwijl de studenten al jaren roepen, dat willen we heel graag. Ja, je snijdt het punt leegstand ook aan, hè? Ja. Daar komen we denk ik zo op. Eerst heel eventjes naar de joker, Maarten de Kom. Fijn dat ik even ertussen mag komen, want ik hoor verschillende partijen dingen zeggen, maar het valt mij wel op, het CDA zegt wel te willen bouwen, maar die hebben de afgelopen jaren vooral op de rem gestaan. Men wilde geen Hongkong aan de Rijn, wat betekent dat je eigenlijk gewoon de woningtekort niet echt wil oplossen. Als je je leven lang wil huren, dan moet je vooral GroenLinks en SP stemmen of de PvdA. Maar als je echt een betaalbare koopwoning wil bouwen, dan moet je op de VVD stemmen. En het valt me dan toch wel op bij D66. Ik heb de wil gezien van de wethouder de afgelopen jaren. Die wilde echt bouwen, maar er zijn vooral sociale huurwoningen bijgebouwd. Als je kijkt naar de bouwmonitor van de wethouder, zie je dat we volgend jaar al boven de behoefte uitkomen qua sociale huur. En het dat we mijlenver achterlopen qua koopwoningen. Dus ben ik toch wel benieuwd van, heeft u daar niet iets laten liggen de afgelopen jaren? En ik denk dat we inderdaad ook even op dat punt van Student voor Leiden met leegstand, als je dat kunt meenemen. Nou, ik denk dat het inderdaad duidelijk is dat we ontzettend bouwen.
We bouwen zelfs zo hard dat wij dus voor liggen. En dat klopt. Maar we houden juist een hele mooie balans in het type woningen wat we bouwen. En we hebben juist, door de inzichten die we nu hebben... want we hebben natuurlijk in deze periode de bouwmonitor opgezet. Dan kunnen we dus heel goed sturen op basis van de gegevens... of we dan meer koop moeten doen, huur moeten doen... of wat voor type woning. Zijn we juist aan het kijken steeds van... waar moeten we nu nog meer toevoegen voor welke doelgroep? Want heel belangrijk is, en dat vindt D66 ook heel belangrijk... dat de juiste woning naar de juiste doelgroep gaat. Ja, maar heel, er komen twee vragen. Hè? Over leegstand wordt gevraagd. Ja, en over sociale woningbouw zegt Thomas van joh, dat kan wel. Maar dat is niet gebeurd. Qua leegstand kan ik u vertellen dat er inderdaad een aantal woningen leegstaan. Maar dat is administratieve leegstand. Dat is dus maar zeer de vraag of die woningen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Dat gaat, laat maar zeggen, die grote behoefte niet oplossen. We moeten echt bijbouwen. Voor wat betreft de fusie zijn wij al jaren bezig om juist bij het Rijk duidelijk te maken... dat er ook voor onzelfstandige eenheden met fusie, hè, dus dat je samenwoont, ook huursubsidie komt. En daar zit op dit moment het punt. Dat heb ik ook weer aangegeven van de week bij Nieuwsbv. Daar moet gewoon de minister Hugo de Jonge op gaan acteren. Oké, heel even naar jullie sterkstaat CDA. Nou, ik wil nog wel even. Ik werd net een soort semi aangevallen door meneer De Krom van de VVD dat wij op de rem zouden trappen. Nee, wij committeren ons als CDA aan die bouwopgave. Wij moeten ook gaan bouwen. Dat is ontzettend belangrijk. Maar een punt wat ik hier niet hoor, en daar kijk ik ook wel richting het college. Kijk, we moeten wel passend bouwen. En er zijn ook omwonenden. He, een project als Lied is gewoon misgegaan. Een wijk die staat op zijn achterste poten. Daar hebben we een aparte stelling voor, hè? Participatie. Ja, maar goed, ik vind het wel belangrijk om dat hier ook te benoemen. We moeten met elkaar door. We moeten die bouwopgave oplossen. Maar er zijn ook omwonenden, wijken, mensen die gehoord willen worden. Dus we moeten ook passend bouwen bij de stad. En dat vergeet de partij nog. Ik vind het altijd heel frappant dat het CDA steeds in het proces gaat. Terwijl we moeten die woningen bouwen. En we moeten kijken naar de inhoud. En dat is die wooncrisis. Ja. Dus we moeten op een gegeven moment dat bouwen. Heel eventjes naar de andere sprekers. Ik wil even naar Mitchell. Van de studenten verleiden. Wat ik hier de hele tijd maar hoor, het gaat de hele tijd maar over... ja, we hebben dit gedaan, we hebben dat, gaan jullie stap op de rem. Ja, sorry, maar er zijn daadwerkelijk gewoon mensen... die heel graag op de woningmarkt mee willen doen... die nu dus van vooral het college te horen krijgen... dat ze er niet tussen mogen komen. Er zijn zelfs studenten op straat komen te staan... dankzij het beleid van dit college, het verkameringsbeleid. Dat wil ik toch even aansnijden bij dit debat. En... deze studenten, deze jongeren, daar zit u nu heel, heel enthousiast over te praten dat we er meer voor bouwen. Maar die mensen die zitten nu wel bij hun ouders. En die komen er niet tussen op de woningmarkt. Dus ik denk dat u een hele grote groep jongeren echt vergeet doordat u niet met ze spreekt. En als u met ze spreekt, dan zegt u, ik heb het niet gehoord. Okay. Heel eventjes door naar Maarten de Krom. Of... ja. Ja. Nou ja, ik ben... Ik hoor verschillende dingen. Ook dat we hebben bijvoorbeeld, we moeten meer bouwen. Het CDA wil gezinswoningen ook bouwen. Terecht punt, denk ik. Ik denk ook dat Fleur Spijker terecht aangeeft waar dan. Binnenstedelijk wordt dat lastig. Nou, ik heb voor jullie beiden een oplossing. En dan hoop ik ook dat het CDA dan boter bij de vis doet. We hebben nog één lege ruimte. Een grote lege ruimte waar die gezinswoningen kunnen komen. En kijk, dit is altijd het gevaar. Maar wat is uw oplossing dan? Waar welke komen lege ruimte? Kijk, ja, de Oostvlietpolder is de enige... is de enige optie waar je gezinswoningen kan bouwen. Ik heb een jaar in de Tweede Kamer gezeten. En dan is het altijd gevaarlijk om met de VVD'er door het land te rijden. Want voordat je het weet, wijzen ze allemaal natuurplekken en weilanden aan waar ze die ze vol willen plempen. Julius, heel even, we hebben nog 2 minuten. Wil je echt die ook inzetten? Kom dan graag, want dat... We hebben besloten om die Oostvlietpolder groen te houden. En het kan toch niet zo zijn dat we met een nieuwe lijsttrekker van de VVD... dat ineens weer allemaal op de schop gooien. Ja. Martine van Schaik, Partij voor de Dieren, zet een joker in. Ja. Aan jou het woord. Ja, en ik vind het een hele belangrijke joker. Want de VVD zegt opnieuw dat ze de laatste groene plek van Leiden... willen volbouwen met woningen. De Oostvlietpolder. En jeetje, dat is nogal wat. Leiden is een van de dichtstbevolkte steden van heel Nederland... Die groene ruimte, die openbare groene ruimte, die hebben zo ontzettend hard nodig. En niet alleen voor ons mensen, maar ook voor de dieren en ook voor de natuur. Als je dat besluit, dan bega je een kapitale vergissing. Dat moeten we koste wat het kost voorkomen. Dus kies partij als je de Oostvlietpolder groen wilt houden. Ja, Maarten, Oostvlietpolder. Nou ja, als je de woningnood echt wil oplossen in Leiden... en je wil niet alleen maar torens bouwen, dat is dat de enige oplossing. Kijk, dat is ons eerlijke verhaal. En tuurlijk, wij genieten ook van het groen daar... maar het is wel kiezen in deze stad, want het is een gevecht om de ruimte. Wij zijn de partij die de woningnood wil oplossen, ook met gezinswoningen. En dit is een concrete oplossing. Ik heb nog geen andere oplossing van andere partijen gehoord hoe ze dat willen doen. Een korte reactie op wat Maarten zegt, want hij zegt wel een punt dat klopt. Je moet kiezen. En dat klopt.
En de Partij voor de Dieren kiest dan voor groen en voor de dieren. En als u dat ook belangrijk vindt, weet u dat u bij ons aan het goede adres bent. Oké, tot slot Thomas van Holm van de SP, want ik heb jou pas één keer gehoord. Ja, dank. Ik heb veel gehoord, maar de vraag is voor wie ga je bouwen en wie gaat er bouwen? En de SP kiest ervoor om echt te bouwen voor mensen met lagere inkomens. Maar ook voor studenten die altijd een laag inkomen hebben. En daarvoor is sociale woningbouw het belangrijkste. En ook onder die huursubsidiegrens. Want dat is het grootste probleem nu. Er is ontzettend veel dure woningen. €750 kunnen heel veel mensen alsnog niet betalen. Dus je moet ook echt heel veel gaan bouwen voor onder de huursubsidiegrens. Oké. Nou, de tijd tikt door, want als ik nog iemand het woord geef, dan gaan we eroverheen. Dank jullie wel voor dit eerste debat over de stelling woningen. Ja, en dan gaat nu de We hebben ook een pieper. Als het goed is. Ja, Partij Sleutelstad mag de eerste pitch doen. Thijs Vos. Even kijken. Nou, over 5 seconden begint de minuut. Dus dan mag jij nu beginnen. Beste Leidenaar, bent u er ook klaar mee dat er niet naar u geluisterd wordt, dat u geen inspraak heeft op het beleid, dat de afgelopen 4 jaar flink bezuinigd is op zorg en ondersteuning voor arme stadsgenoten, miljoenen? Bent u er ook klaar mee dat er woontorens van 115 meter bij u in de wijk worden gezet, terwijl uw kinderen nog steeds geen kans maken op een fatsoenlijke woning? Bent u er ook klaar mee dat uw wijk niet leefbaarder en niet veiliger wordt, terwijl wel radicaal geschrapt wordt in het aantal parkeerplaatsen bij u in de straat? Nou, dan kunt u kiezen voor verandering op 16 maart. Kies voor Partij Sleutelstad. Partij Sleutelstad is de lokale partij van Leiden. Onze volksvertegenwoordigers die luisteren naar u. Partij Sleutelstad wil dat u zeggenschap heeft over uw eigen stad, over uw eigen wijk. En we willen dat u het laatste woord heeft via een referendum. Daarnaast willen we de bezuinigingen op het sociaal domein terugdraaien. En willen we dat de Leidenaar weer centraal staat bij het bouwen van woningen. Dus vindt u dit ook? Spreekt u dit aan? Kies dan op 16 maart lokaal stem Partij Sleutelstad. Dankjewel Thijs Vos van Partij Sleutelstad. Abdelak Sheroumi. Partij van de Arbeid, dan neem je kaartje mee. Aan jou ook weer 1 minuut de tijd. Nou, zullen we zeggen over bij 50, over 2 seconden. Ja, goedemiddag. Je hoort heel vaak dat Leiden een prachtige stad is. En daar zijn we allemaal trots op. En Leiden ligt er prachtig bij. Onder andere door al die jaren Partij van de Arbeid in dit college ligt Leiden erbij zoals het ligt. Maar zeker nu in de coronacrisis, we zien het allemaal. Er zijn steeds meer mensen die het moeilijk gaan hebben. De energiearmoede, het sociale beleid, schuldenaanpak. Dat zijn voor de komende jaren hele grote uitdagingen die er op ons liggen te wachten. Wonen. We hebben net de mensen gehoord. Wonen is de komende jaren echt een cruciaal onderwerp waar de Partij van de Arbeid in dit college heel erg belangrijk voor zal zijn. Wij willen het percentage sociale woningen verhogen naar 40% van de woningen die we gaan bouwen. Een sociale stad. Dat is wat Leiden altijd is geweest en dat is wat Leiden altijd zou moeten blijven. Daarom stem Partij van de Arbeid voor die fijne, groene en veilige wijken. Dank u wel. Dank je wel, Abdelak Sheroumi. Gaan we door naar Marcel Terlouw, Klimaatactie Nu. Ook voor jou weer 1 minuut. Laten we zeggen, die begint bij 45. Klimaatactie Nu is een snelkookpan. In december ben ik daarin gestapt met een aantal mensen die zeer bevlogen is en zeer enthousiast om Leiden te gaan veranderen. Het is een groep mensen, een gevarieerde groep mensen van 23... tot 64 jaar. Verschillende culturen, migranten, geboren Leidenaars. Met elkaar hebben we een ideaal opgezet om Leiden socialer, groener, duurzamer te gaan maken. En wat je ziet is dat de grote partijen, die vaak ook uit kleine partijen ontstaan zijn, en inmiddels hier in het college zitten, besluiten nemen waar heel veel mensen niet achter kunnen staan. We hebben de mensen in de stad nodig. Samen met de mensen willen wij plannen gaan ontwikkelen, plannen bedenken en die gaan uitvoeren. En het college is eigenlijk faciliterend daaraan. Als Klimaatactie Nu willen we een sociale stad, een duurzame stad, duurzame economie. En dat zijn de zaken die voor ons heel erg belangrijk zijn. Het klimaat staat op nummer 1. Minuut is om. Stem Klimaatactie Nu. Oké, super. Dankjewel, Marcel Terlouw. Ja, we sluiten dus inderdaad iedere stelling af met 3 pitches. Straks zijn aan de beurt Fleur Spijker, Maarten de Krom en Mitchell Wiegand-Prus. Ben je vast voorbereid? Maar we gaan het hebben over de Autoluwe Binnenstad.
VVD en GroenLinks dus eerst en Klimaatactie Nu en Partij voor de Dieren die sluiten daarna aan. Je hebt een joker, die kun je eventueel gebruiken. De stelling waar we het over gaan hebben is... het centrum van Leiden kan niet autoluw genoeg worden. Ashley Noord, jij hebt je daar de afgelopen jaren flink voor ingezet. Kan het nog autoluwer? Het kan zeker nog autoluwer. Ja, ik ben als wethouder autoluw ontzettend trots op dat we de afgelopen jaren eindelijk werk hebben kunnen maken van een autoluwe binnenstad. Eindelijk hebben durven kiezen om ruimte te maken voor verkeersveiligheid, voor de vergroening van de binnenstad, voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad. En GroenLinks zegt, kies voor mensen boven machines. Dus het autoluw maken van de binnenstad, daar gaan we zeker mee door als het aan GroenLinks ligt. En daar is nog heel veel moois te behalen. En hoe moeten mensen dan met de auto in de binnenstad komen? Nou, het allerbelangrijkste, ik zei, kies voor mensen boven machines. En dat betekent ook, stem het ook met mensen af. Ga met mensen in gesprek. En dat doen we nu volop. Kijken waar kunnen die parkeerplaatsen nou als eerst worden weggehaald. Hoe zorgen we ervoor dat de horeca toch goed bevoorraad kan worden of een winkel goed bevoorraad kan worden? Hoe kunnen we meer plekken creëren voor minder valide? Maar als je dat gesprek goed voert met elkaar, dan zijn er dus heel veel plekken. De Garenmarkt, Steenschuur, Lakenpark, die je op een hele mooie manier snel autoluw kan maken en kan vergroenen. VVD, overal de parkeerplaatsen weg in Leiden? Nou, dat vraagt wel om een kleine nuance. Kijk, natuurlijk als je door een winkelstraat loopt of door het centrum, dan is het altijd prettig dat je niet omver wordt gereden door een auto. Dat begrijp ik. Wij als VVD hebben ook ingestemd met de uitbreiding van terrassen. Betekende dat je daardoor op minder plekken met de auto kon komen. Maar in die auto zitten wel mensen. In de binnenstad wonen mensen. En die mensen hebben ook vaak nog een auto nodig. En onze binnenstadondernemers hebben een bereikbaar centrum nodig. Waar sommige mensen gelukkig met het OV komen of op de fiets. Maar komen ook heel veel mensen met de auto's. En ik heb 2 weken geleden nog met de binnenstadondernemers gesproken. En die zijn echt bang dat ze geen vliegende stad start krijgen van het stadsbestuur. Als overal die parkeerplaatsen worden weggehaald. Want dat betekent dat Leiden minder bereikbaar wordt voor de auto. Dus dat is, vind ik, echt wel een risico wat partijen als GroenLinks soms te makkelijk overheen stappen. Dus we kijken allebei naar de mensen. Maar bij de VVD hebben de mensen een auto en bij GroenLinks gaan ze op de fiets? Nou, een fiets is een prachtig vervoersmiddel inderdaad. Dus die kan ik iedereen van harte aanraden. Schoon, gezond. Maar ja, wij zijn niet blind. Er zijn ook mensen die afhankelijk zijn van de auto. En juist daarom is het zo belangrijk om goed in gesprek te gaan. Wanneer kan het? Waar kan het? Op welk tempo? En dat doen we nu. En als je dan kijkt naar die mensen. Er zijn ontzettend veel mensen in de binnenstad die binnenstad autoluw willen maken. Dat stond deze week nog in het Leids Nieuwsblad. Een ruime meerderheid die kiest voor autoluw. Waar het om gaat is dat je het met elkaar doet. En dat je ook kijkt, welke waarde willen we daarvoor terugbrengen? Kiezen wij voor een stad met alleen maar blikken boliden op straat? Of kiezen wij voor een stad met meer groen, met meer ruimte voor terrassen, die verkeersveiliger is, waar een kind buiten kan spelen op straat? Daar kiest GroenLinks voor, altijd in overleg met bewoners. Ja, maar dan ben ik toch wel echt benieuwd of u ook werk maakt van alternatieven. Kijk, dit college is vooral bezig geweest met van waar kunnen we dan nog parkeerplaatsen schrappen. En dat leidt ook gewoon tot veel zorgen van ook van ondernemers en van binnenstadbewoners, omdat ze nog geen alternatieven hebben. En dan ben ik toch wel benieuwd of GroenLinks bereid is die alternatieven aan te dragen. Want wij, zouden dat moeten zijn voor alternatieven? Nou ja, wij hebben als VVD jaren terug gezegd, met andere partijen, het CDA volgens mij ook, die echt werk gemaakt hebben van die parkeergarages. Kosten veel geld, hebben we nu heel veel profijt van. We zorgen ook nog voor een groen dak. Er is nog een motie geweest van ons oude raadslid Frederik Zevenbergen. Dus dat hoeft elkaar niet altijd te bijten. Maar dan ben ik wel benieuwd, de binnenstadondernemers vragen bijvoorbeeld om een extra parkeergarage. Of in ieder geval, als de Moorspoort garage misschien weggaat, voor een alternatief. Is GroenLinks bereid om dat alternatief te bieden? Komt ie er? We zijn er volop mee bezig. We hebben inderdaad die 2 garages aangelegd. We hebben onlangs een besluit genomen om de Haarlemmerstraatgarage, de Albert Heijn garage op de Hooigracht, zeg maar, om die op te hogen, meer plekken te creëren, om de Moorspoort garage te behouden, een garage met Naturalis aan te leggen. Dus we zijn er volop mee bezig om alternatieven te creëren om die binnenstad en overigens wat mij betreft het liefst ook de wijker eromheen, daar zou ik het ook nog wel over willen hebben, op een goede manier toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar te maken. We gaan de kring breder maken. Klimaatactie Nu? Ik denk dat er een hele brede aanpak nodig is. Ashley haalt het al even aan. Maar ik vind dat er echt in alle buurten vermindering van autoverkeer moet komen. En dat wij mensen moeten gaan verleiden om hun auto te gaan laten staan. Hoe gaan we dat doen?
Ja, hoe gaan we dat doen? Nou, wat mij betreft door de binnenstad inderdaad wat minder aantrekkelijk te maken om daar met de auto heen te gaan. Dus pak de fiets, pak het openbaar vervoer. Er moet een goed openbaar vervoersnetwerk komen. Er moet een goede stadsdistributie komen. Op een duurzame, uiteraard duurzame manier. Maar als wij mensen ook in de omgeving werk kunnen bieden. Als we mensen in hun omgeving recreatie kunnen bieden. Als we mensen in hun directe omgeving winkels kunnen bieden, dan is het voor mensen veel minder belangrijk om die auto te hebben. Dan ga je eerst naar deelauto's en eventueel en later kunnen auto's afgeschaft worden. En zijn er veel minder mensen die auto's nodig hebben. En zeker met de huidige benzineprijzen is het heel aantrekkelijk om je auto weg te doen. Nou, de auto's worden afgeschaft. Martine van Schaik, wat vind je Partij voor de Dieren? Ja, de Partij voor de Dieren vindt dat onze stad eigenlijk veel te veel ingericht is voor de auto. En als het aan de Partij voor de Dieren ligt, is de auto niet langer de baas in Leiden. Als je buiten om je heen kijkt, is eigenlijk alles ingericht op de auto. Op de breedte van de auto, op het parkeren van de auto, op de draaicirkel van de auto. Wij willen als leidraad hebben de mens, de natuur en de dieren. Als we daarop onze openbare ruimte inrichten, dan krijgen we een heel andere, groenere, socialere stad. Wij hebben de Partij voor de Dieren heeft de agenda autoluwe binnenstad van het college altijd gesteund. Wij zien dat echt als een heel, heel mooi startpunt voor het verder autoluw of autovrij maken van de binnenstad en van de wijken. Dus wat dat betreft sluit ik me graag aan bij Ashley. Deze exercitie die we doen in de binnenstad, die moeten we niet daar alleen laten. Die moeten we ook, daar moeten we van leren. En die moeten we ook verplaatsen naar aanliggende wijken. En ook naar de buitenwijken om het centrum heen. Denk aan de Merenwijk, denk aan de Stevenshof. Dus we kunnen veel meer. Goede eerste stap, zeker. Maar we zijn er nog niet. Er is een joker ingezet. Twee jokers zelfs. Nou, kom er allebei maar bij. Ja. Ik wil toch even inhaken op de discussie. Hè. De discussie tussen Ashley Noord en de VVD aan deze kant gaat vooral over de binnenstad en de autoluwe binnenstad. Ja. En het is bekend dat partijen als Partij voor de Dieren en Klimaatactie nu ook echt een soort strijd tegen die auto voeren. Maar ik wil het punt maken van er is meer dan de binnenstad. Er zijn ook de buitenwijken. Daar wonen mensen, daar wonen gezinnen. Mensen die naar hun werk toe moeten, kinderen moeten naar school, er moeten boodschappen gedaan worden. En daar kunnen we niet zo makkelijk maar even overheen stappen. Ik wil toch even streng zijn, want de stelling is: het centrum van Leiden kan niet autoluw genoeg. En voor je het weet, hebben we in de Oostvlietpolder een parkeergarage gebouwd. Daar hebben we het nu niet over. Ik vind het toch belangrijk om te markeren. Inderdaad, het CDA heeft samen met de VVD gezorgd voor die parkeergarages. GroenLinks was daar toen nog tegen en nu zijn ze ontzettend blij. Nou, dat is mooi, daar vinden we elkaar voor. Als die voorwaarden gecreëerd worden, dan kan het. Maar we moeten niet de auto als een soort half crimineel wegzetten. Mensen hebben nou eenmaal die auto nog nodig, ook als je minder ter been bent. En we moeten niet in deze stad doen alsof we die auto maar in één keer weg. Maar mag ik hier toch op reageren? Kort. Ja, iedereen wil reageren. Er is niemand die dat doet. Dit is toch een beetje bangmakerij. We kijken heel scherp, ook in de wijken om het centrum heen, is er ruimte om wat terug te winnen op die auto. We hebben gewoon wijken in onze stad waar 4 op de 10 parkeerplekken leeg staan. Een parkeerplek is 15 tot 20 vierkante meter. Mijn eerste studentenkamer was 9 vierkante meter. Het neemt enorm veel ruimte in. En we zien tegelijkertijd dat de leefbaarheid onder druk komt te staan in die wijken. Dat die wijken lijden onder klimaatverandering, meer hittestress, meer wateroverlast. En wij zeggen, GroenLinks zegt, ga in overleg met die wijken. Kijk hoe je met bewoners stuk voor stuk wel wat ruimte terug kan winnen op de auto. Zorg dat er genoeg ruimte blijft om te parkeren. Maar win ook ruimte terug voor vergroening en verduurzaming. Overleg dus. Leiden participeert. Ja, ik heb toch mijn joker maar even ingezet. Omdat het een beetje klinkt alsof iedereen die in Leiden woont hier ook werkt. En dat ook iedereen kan fietsen en het allemaal wat prima vindt. Dat klinkt niet voor mij inclusief genoeg. Want er wonen hier genoeg Leidenaren die wel de auto nodig hebben. En helaas is onze binnenstad inmiddels een plek geworden waar de normale Leidenaar niet eens kan wonen. Omdat het gewoon veel te duur is. Er zijn mensen die gewoon naar hun werk moeten. En ook naar gebieden moeten. In Nederland, in de provincie, die niet zo makkelijk te bereiken zijn met het OV of met de fiets. Of je hebt gereedschap nodig, dat is moeilijk, fietsen. Wat heeft dat met de autoluwe binnenstad te maken? Nou ja, dat er ruimte nog steeds moet zijn voor auto's. En mijn tweede punt was eigenlijk, onlangs vraag ik steeds meer mensen van, kom je nog winkelen in Leiden? Nee joh, als ik naar de stad moet komen, moet ik eerst mijn auto neerzetten ergens bij een garage waar ik veel te lang of ver voor moet lopen, kost me meer dan 10 euro. Is veel te duur. Ik ga wel naar Leidschendam. Dus we verliezen ook heel veel mensen die misschien ook het geld hier willen investeren in onze stad.
En dat komt ook omdat we te autoluw aan het worden zijn. En wij zijn ook voor behoud van parkeerplaatsen. Dat vind ik ook erg belangrijk. Ik wil nog even naar de VVD, want die zijn het ook iets over ondernemers. Ja, precies. Want die zijn echt... Ik ben blij dat in ieder geval Ashley Noord zegt... nou, oké, we gaan ook zorgen voor alternatieven, voor een alternatief garage. Ik ben alleen bang dat daar ook niet alleen maar bezoekers mogen staan. En dat is ook de angst van die ondernemers. Dat binnen de kortste keren die garages gewoon vol raken. Hè? Dat bezoekers niet meer die garages in kunnen. En ik hoor sommige partijen zeggen, ja, dat doen we in goed overleg. En dat is heel fijn. Maar ondertussen mailt mij wel een paar weken terug Nelly, ik mocht haar naam gebruiken, 85 jaar in de binnenstad. Die nu al, als ze 's avonds terugkomt van een activiteit, zit bij de Denksportclub, een kwartier een rondje moet rijden. En nu ook vaak zegt van, nou, ik ga wel niet meer weg, want ik ben bang dat ik te ver moet parkeren en ook weer te ver moet teruglopen. En ik vind dat echt, dat daar te gemakkelijk aan wordt voorbij gegaan. En want dat is wel gewoon de realiteit. Ashley, die parkeergarages die gaan volstaan met bewoners? Nou, althans met de auto's van bewoners. Die parkeergarages die kosten, hebben enorm veel geld gekost. Dus ik vind het ook onze verantwoordelijkheid om te kijken hoe kunnen we die zo goed mogelijk inzetten. En dat betekent op de dagen dat er druk is met bezoekers, donderdagavond, koopavond, zaterdag, dat wat mij betreft dat garages zijn voor bezoekers, voor het winkelend publiek. Het is overigens echt kolder. Echt kolder dat mensen Leiden zouden ontlopen vanwege de parkeertarieven. We zien dat de bestedingen in Leiden alleen maar toegenomen zijn de afgelopen jaren. En in Leidschendam en in Zoetermeer juist afgenomen zijn. Dus dat, die creatie wil ik even uit de weg werken met de stad. De meningen zijn er wat belangrijk is, is dat je kijkt hoe kan je die garages goed inzetten. En dat is op de drukke momenten voor bezoekers. En door de week kunnen daar ook soms bewoners gewoon prima staan. Klimaatactie, wil nog even reageren. Ja, wat mij altijd opvalt is als de autolobby aan het woord is, dat er heel veel niet kan. Mensen kunnen opeens niet meer naar de stad. Mensen kunnen niet meer winkelen. Mensen kunnen hun auto niet parkeren. Maar op het moment dat wij gaan inzetten op heel erg goed en gericht openbaar vervoer, busjes die mensen eventueel thuis voor de deur afzetten, wel elektrisch overigens, dan ga je een systeem creëren waar iedereen van de stad gebruik kan maken. En dat is waar we naartoe moeten. En ik heb niet gezegd dat we opeens alle auto's weg moeten doen. Maar ik heb gezegd dat we willen mensen verleiden om uiteindelijk hun auto af te schaffen. Omdat die te duur is. En ook omdat die niet meer nodig is op een gegeven moment. Martine van Schaik. Ja, ik denk dat de tijd rijp is om na te denken over echt op een andere manier van mobiliteit. Wat ik merk bij de VVD en CDA, dat ze heel erg vasthouden aan het aan de oude vorm. Hè, dat iedereen een auto heeft en dat de auto overal maar moet kunnen komen. Dat is wat de Partij voor de Dieren betreft, is dat echt verleden tijd. Wij willen prioriteit geven aan ruimte voor mens, dier en natuur. Dat staat voor ons bovenaan. Ook als dat betekent dat je dus minder vaak en minder makkelijk je auto kwijt kunt. En ook als dat betekent dat we minder parkeerplaatsen zullen hebben. Dus wat dat betreft kiezen wij heel duidelijk voor mens, dier en natuur. De laatste 2 minuten wil ik het nog even hebben over welke straat moet als eerste auto vrij worden in Leiden. En dan wil ik eigenlijk van iedereen een reactie. En laten we bij de VVD beginnen. Waar gaan we de auto's, de parkeerplaatsen weghalen? Nou, wij zullen daar dus terughoudend in zijn. Totdat er echt goede alternatieven zijn. Gelukkig staan er in ons verkiezingsprogramma voor dat ik alleen maar weer de Vroom Vroom partij ben. Ook alternatieven. Wij investeren in hoogwaardig openbaar vervoer. In een kwartier van de Bree naar de zee, wat ons betreft. Dus dat doen we wel. Maar wij zorgen dus eerst voor die alternatieven. Voordat we echt parkeerplaatsen schappen. Ik zeg niet dat we er geen zullen schappen, maar eerst komen met de alternatieven. Maar je zegt dus eigenlijk geen enkele straat in Leiden? Nou, ik zie dat de komende 2 jaar eigenlijk nog niet gebeuren, totdat er goede alternatieven zijn. Nee. CDA? Nou, ik ben iets positiever gestemd dan mijn collega. Ik vind het met die proef van die autoluwe binnenstad dat de voorwaarden wel gecreëerd zijn met die parkeergarages. En dan vind ik zelf, als je rondom bij het Rapenburg kijkt, dan vind ik, dat zou mijn voorkeur hebben om daar eens kritisch naar te kijken of de auto's daar niet weg kunnen. Martine? Rapenburg? Ja. Ook, maar ik zou eigenlijk iets verder van het centrum af willen. Ik zou willen pleiten om de Ketelmeerlaan autovrij te maken. Dat is een soort, ja, dat is een soort van... Het splijt de wijk als het ware in tweeën. En dat is niet nodig. Mensen kunnen heel lastig van de ene kant van de wijk naar de andere kant van de wijk komen. Als je die auto vrij maakt, vergroent, creëer je een veel mooier gebied voor fietsers, voetgangers, voor dieren, natuur. Volgens mij heeft de Merenwijk dat keihard nodig. En de mensen doen dan hun auto weg? De mensen kunnen parkeren op andere plaatsen rondom de kern van de Meerwijk. Ja.
Ashley, er is nog overal ruimte. Ja, nou, ik kan wel 10 straten bedenken. Maar wat mij betreft in ieder geval 2. Van de Kaasmarkt maken wij een kaaspark. En de Jan van Houtkade. Want dat is echt een barrière op de singleparkroute. Daar wat meer auto's weg en wat meer groen maakt het singlepark rondje nog mooier. Ja, ik vind een van de grootste problemen in de stad toch de Willem de Zwijgerlaan. En er ligt een heel erg mooi plan van de Tuinen van Noord om die te overkappen en groen te maken. Ik denk dat we daarop moeten gaan inzetten. Dat is echt zo goed en het is ook kostendekkend. Dus wat willen we nog meer? En het is een plan wat uit de buurt komt. Dus ik denk dat we daar op in gaan moeten zetten. En Leiden participeert als laatste. Ja, je mag piep, nog vooruit. Ja, wat fijn. Nee, ik denk op dit moment even niet. Want wat ik net aanhaalde zijn gewoon echte verhalen uit de stad. Waar mensen zeggen, ik kan niet naar de stad. Ik heb een klein autootje. Ik heb niet zoveel te besteden. Dus als ik 10 tot 20 euro moet betalen voor een parkeergarage, dan rijd ik wel ergens anders naartoe. Want dat is al te veel. Dan kan ik van lunchen. Dus nee, ik denk ook dat je opnieuw in gesprek moet met burgers. Want bepaalde stemmen bereiken het ivoren toren van het stadhuis kennelijk niet. Of van Level, waar ze ook zitten. Oké, dankjewel. Nou, Autoluwe Binnenstad, ja, daar mag geklapt worden hoor. Wij gaan weer pitchen en Fleur Spijker is aan de beurt. 1 minuut, Fleur. Nou, Liebe heeft de tijd stilgezet. Mag ik hem even testen? Ja, test. Ah, hij loopt weer. Je mag beginnen. Ja, ik zat bij de weekendklas. Daar heb ik een tijd geleden werd ik bevraagd als wethouder. En er was een jongetje en die vertelde mij, goh, ik ben echt benieuwd wanneer die woningen daar aan de Willem de Zwijgerlaan komen. Want ik lig elke avond wakker. Ik lig elke avond wakker, want ja, ik ben bang dat de flat naast mij omwaait. En dat trof mij echt, omdat ik dacht, hier zit nou precies de kern in. We hebben een enorme woningnood. Ik ben zelf geboren in de Kooi, in de tijd dat er ook een enorme woningnood was. In de slaapkamer van mijn opa en oma. En vrij snel daarna heeft de gemeente natuurlijk de stad uitgebreid met stadsuitbreiding. Op dit moment moeten we stad inbreiden. Daar staat D66 voor. Wij staan voor het toevoegen van extra woningen met groen. En die wijken moeten inclusief worden. D66 doet wat ze zegt. Stem D66. Nou, op de seconde. Maarten de Krom. Ja, begin maar. Ja. Nou, Leiden is natuurlijk een waanzinnig mooie stad. Dat vinden we allemaal. Maar het is belangrijk om te beseffen dat dat niet vanzelfsprekend is. Volgens ons is er echt een koerswijziging nodig om Leiden aantrekkelijk te houden voor gewone Leidenaars en onze Leidse ondernemers. Want die Leidse ondernemers en die inwoners hebben zich de afgelopen jaren blauw betaald aan de plannen van dit stadsbestuur. En wat ons betreft stoppen we met symboolpolitiek, stoppen we met prestigeprojecten die leuk staan op het cv van wethouders, maar waar de gewone Leidenaar helemaal niets aan heeft. De VVD gaat aan de slag met de echte problemen van de Leidenaar. En die VVD die kiest voor een stad waar je betaalbaar kunt wonen met lagere belastingen. Waar schone en veilige straten een prioriteit zijn. En waar je ook kunt wonen in een bereikbare wijk met voldoende parkeerplaatsen als je een autootje nodig hebt. En tot slot ook dat jouw mening als Leidenaar ertoe doet. Ook als je niet hetzelfde wereldbeeld hebt als de partijen D66, GroenLinks, PvdA die de afgelopen jaren de stad hebben bestuurd. Leiden verdient volgens ons echt beter. Kies daarom op 14, 15 en 16 maart voor de VVD. Nou, 5 seconden te lang, maar vooruit. De VVD, sorry, de studenten. Nou, de naam. Studenten voor Leiden. Mitchell Wiegand Rust, dames en heren. Waardeer het wel. Je minuut gaat nu in. Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen ging maar 42% van de jongeren daadwerkelijk stemmen. Studenten voor Leiden ziet een opgave om jongeren, studenten en starters beter te betrekken met de gemeente en het gemeentebestuur. Daarom hebben wij besloten ook zelf mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Want we willen de stem van de jongeren echt gaan vertegenwoordigen. Niet halfbakken beleid waar je 4 keer op kan draaien, waar je als jongere niks aan hebt, dat doen we niet meer aan. Studenten voor Leiden zet in op veel meer woningen in deze stad. Wij willen veel meer inzetten op verkamering, op hoogbouw, op doorstroom op de woningmarkt. We willen de klimaatcrisis aanpakken. Onze generatie is de allerlaatste generatie die deze klimaatcrisis echt, echt bij de hoorns kan vatten. En dat gaan we ook doen. Studenten voor Leiden zet zich ook in voor de horeca van deze stad. De ondernemers van deze stad verdienen echt beter. Zij hebben de ruimte nodig
om weer te kunnen ondernemen. En daarom kun je 14, 15 en 16 maart stemmen op een nieuwe lokale partij Studenten voor Leiden. Dankjewel. Studenten voor Leiden. Ik zeg het nog even een keer erbij. Het is tijd geworden voor de quiz. Hebben de mensen op de tribune ook allemaal een geel en een blauw briefje? Zo niet, liggen ze daar op de trap. Het is eigenlijk heel makkelijk. Lieve en ik hebben om de beurt een stelling, een vraag over Leiden. Het is allemaal multiple choice. Geel is het eerste antwoord. Blauw is het tweede antwoord. Je gaat staan. Ja, precies. Iedereen even staan. Eventjes actief. Als je het fout hebt, ga je er zitten. Dus dan blijven er... Juist. Ook daar achterin in de zaal hebben ze allemaal, allemaal kaartjes. Gestaan, ook graag eventjes staan, dan weten we dat jullie nog meedoen. Dit als je blijft zitten, dan... Dit is je kans om te laten zien hoeveel je van Leiden weet, natuurlijk. Oké, iedereen er klaar voor? Ja. Nou goed, er is een jubileum gevierd. Ja. Tenminste, een jubileum geweest. Van Sleutelstad, hoe lang bestaat... Sleutelstad, is dat... De omroep, hè? De omroep Sleutelstad. Is dat de gele kaart 15 jaar of de blauwe kaart 20 jaar? Ja, nu. Oké, iedereen met een gele kaart gaat zitten. De rest blijft staan. Hey, niemand. Er was natuurlijk een actie voor Oekraïne. Leiden helpt Oekraïne, heette die actie. En daar zijn heel veel kilo's hulpmiddelen ingezameld. Maar hoeveel kilo's waren dat? Was dat geel 125.000 kilo? Of blauw 100.000 kilo? Geel 125.000 kilo, blauw 100.000 kilo. Het juiste antwoord is blauw 100.000 kilo. Alle mensen met geel mogen gaan zitten. Ik ben blij dat we 15 vragen bedacht hebben, Duur. We zijn er zo doorheen. Ja. In de Merenwijk is een geit bij de kinderboerderij over het hek gegooid. De vraag is, hoe heet de geit die bij de kinderboerderij Merenwijk over het hek is gegooid? Is dat de gele kaart Dumpy? Dumpy. De gedumpte geit. Dumpy of de blauwe kaart Geertje? Geertje de geit. Weten jullie het zeker? We hebben namelijk nog 10 vragen. Het zou zonde zijn als maar één iemand hem goed zou hebben, zeg maar. Je mag nu nog van antwoord veranderen. Het is geel, Dumpy. Nou, we hebben een winnaar. En dan gaan we gewoon door. We hebben ook een prijs voor de winnaar. Kom maar even naar voren. Hey, en ik had vraag 5 nog willen doen, hè? Ja. Neutraal groen. Kijk maar even naar de mensen thuis. Misschien kan jij vertellen wie jij bent. Ik ben Stefan Ruiter, nummer 6 van het CDA. Nummer 6. En jij kent Leiden het beste van iedereen hier aanwezig. Ja, dat blijkt maar weer. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Maar die vragen goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Lieve, we gaan door met de volgende stelling. En die weet jij waar die over gaat? Zeker. We gaan door naar de stelling. Die gaat over de gemeentelijke lasten. Graag wil ik vragen op het podium de VVD, Maarten de Krom, GroenLinks, Ashley Noord, ChristenUnie en partij Sleutelstad. Die komen dan in de tweede ronde daarbij. Ga ik heel even de timer weer zetten. De gemeentelijke lasten in Leiden mogen dan wel hoog zijn. Je krijgt er wel veel voor terug. Geen reden om ze te verlagen dus. Dat is de stelling. En ik ga dan nu de timer aanzetten. Ik geef het woord aan Maarten de Krom, VVD. Nou ja, de feiten spreken denk ik voor zich. We hebben de hoogste woonlasten van heel Nederland. Zowel voor mensen die een koophuis hebben als voor huurders. Dus mag het alsjeblieft een tandje minder. Natuurlijk, ik zie ook hele mooie dingen gebeuren in de stad. Geef ik het college ook complimenten voor als ze die verdienen. Dus dat doe ik zeker. Dat hebben wij onze partij ook gedaan. Maar het loopt nu wel de spuigaten uit. En we hebben het vandaag gehad over
Hè, we willen een betaalbare stad waar je kunt wonen. Nou, en deels is dat betaalbare woningen bouwen. Dus ook zorgen dat je ieder jaar niet een te hoge rekening op de deurmat krijgt. En dus wat ons betreft gaan we de komende jaren echt die lasten van Leidenaren verlagen. Dat moet prioriteit nummer 1 zijn. Oké, nou de vraag naar Ashley Noord. Mag het een tandje minder? GroenLinks. Nou, ik was het eens met de stelling. Dus inderdaad, het klopt dat de lasten in Leiden relatief hoog liggen. Overigens liggen die in de randgemeente nog hoger. Maar je krijgt er in Leiden ook veel voor terug. We investeren in een hoogwaardige openbare ruimte, in meer duurzaamheid, in veiligheid en voor ons heel belangrijk in een eerlijke en rechtvaardige stad, waar we je ook helpen op het moment dat het wat minder goed gaat. En dat kost geld, dat kost zeker geld, maar we vinden het wel waard. En dus wij zeggen hoge lasten, maar wij blijven kiezen voor een groene stad, voor een eerlijke stad en dat heeft ook een prijskaartje. Ja. Ja. En is dat prijskaartje een probleem, Maarten de Krom? Nou ja, ik hoor GroenLinks zeggen van wij vinden het waard. Wij op het stadhuis, denk ik, D66, GroenLinks en PvdA. Maar vinden de Leidenaren het echt waard? En de Leidenaars die ik spreek, zeker degene die 2 weken terug de aanslag weer op de mat kregen, die zijn toch zich wel weer echt rot geschrokken van hoeveel geld ze kwijt zijn aan, aan deze gemeente. Dus wat mij betreft moeten we echt... In ons verkiezingsprogramma staan bijvoorbeeld ook geen nieuwe geldverslindende plannen van tientallen miljoenen. Hè. Dus het liefst had ik ook nog wel het geld voor wat mooie dingen. Maar ik denk dat we echt even een tandje minder moeten doen hele politiek. Heel even een vraag, want jullie willen dus minder uitgeven, maar willen jullie ook bezuinigen? Nou, ik denk dat je zeker een aantal keuzes moet maken op alle terreinen. Andere woorden wel dus? Ik denk dat je er niet aan ontkomt om op bepaalde terreinen minder geld uit te gaan geven. Zoals? Ik denk dat we echt bij grote projecten die misschien nog gepland staan... Maar Maarten, heel even concreet, grote projecten, waar wil je dan op bezuinigen? Nou, ik denk dat we bijvoorbeeld... bij de wijkvervangingsprojecten, dan is de riolering heel erg belangrijk om te vervangen. Maar alle andere extra's, dat kost ook miljoenen. Waaronder het weghalen van parkeerplaatsen, maar ook andere dingen. Kost miljoenen per wijk. En ik denk dat je dat niet aan ontkomt om daar ook bijvoorbeeld een tandje minder te doen. En dat is precies het verschil tussen GroenLinks en de VVD. Want wat de VVD zojuist extra's noemt, dat zijn dus investeringen in verduurzaming en vergroening. Investeringen die nodig zijn om die wijken toekomstbestendig te maken, om ervoor te zorgen dat niet alleen wij veilig en leefbaar kunnen wonen in deze stad, maar ook de generaties na ons. Het zijn geen extra's, het zijn investeringen in energietransitie. Het zijn investeringen in een circulaire economie. Het zijn investeringen in vergroening en het tegengaan van hittestress en wateroverlast. Wat gewoon heel reële problemen zijn nu al in deze stad en in de toekomst alleen maar meer. Dus willen wij leefbaar kunnen blijven wonen in de stad, dan moeten we daar ook wat voor over hebben. Komt nog eens bij dat een heel belangrijke reden waarom wij als gemeente zelf die portemonnee moeten trekken, is omdat de kabinetten van de partijleider van meneer de Krom, Mark Rutte, jarenlang hebben bezuinigd op het sociaal domein. Jaar in, jaar uit bezuinigen op de WMO, op de participatiewet, op de jeugdhulp. Zelfs het nieuwe kabinet bezuinigt er nog eens 500 miljoen euro bij. En wie mag dat betalen? De gemeente. De gemeente, en daar wil ik nog even kort op reageren, want de heer de Krom die schetst dan een soort vijandbeeld van collegepartijen die op afstand zouden staan van de stad. Wij staan midden in deze stad. Midden in deze stad. En ik spreek de mensen die kleine inkomens hebben. En ik spreek de mensen die jeugdhulp gebruiken. En het is hartstikke hard nodig dat we daar geld vrij voor maken, omdat Leiden een sociale en rechtvaardige stad is. Ja, maar het is wel lekker makkelijk om de bal bij Den Haag te leggen. Ik heb overigens, ben ik het eens dat we voor het sociaal domein best wat meer mogen vragen uit Den Haag. Mark Rutte was hier een paar weken geleden nog, volgens mij was terug te lezen in de krant. Dat vind ik ook. Maar voor de rest is het echt aan onszelf om keuzes te maken. Er zijn genoeg gemeenten met vergelijkbare inwonersaantallen die veel minder belasting heffen dan hier in Leiden. En ik denk dat we echt kritisch moeten zijn op onze eigen ambities en daar echt keuzes in moeten maken. En dat betekent ook alle leuke extra's die partijen hebben voorgesteld. Leuke vleermuislampen op het Bioscience Park. Een kunstfonds voor de openbare ruimte. Het zijn allemaal kleine uitgaven, maar bij elkaar opgeteld zijn dat eigenlijk allemaal hobby's die we gewoon als gemeente betalen. En daar betalen de Leidenaar uiteindelijk voor. Maar echte bezuinigingen stelt de PVD dus niet voor. Ja. Dat is duidelijk. We gaan de vloer even verbreden richting Pieter Krol, richting Thijs Vos, Partij Sleutelstad. Dan heb jij die microfoon. Thijs Vos, Partij Sleutelstad, even weer bij de stelling. De gemeentelijke lasten in Leiden mogen dan wel hoog zijn. Je krijgt er wel veel voor terug. Geen reden om ze te verlagen dus.
Dankjewel, Liewe. Maarten die heeft al terecht aangegeven dat de lokale lasten nu torenhoog zijn. Zeker voor huurders. Ten opzichte van 4 jaar geleden zijn de heffingen zelfs met 40% ongeveer gestegen. Dat is natuurlijk bizar. Leiden heeft zo'n beetje de hoogste van heel Nederland. Dus er is inderdaad genoeg reden om de lokale heffingen te verlagen. Maar er is ook een maar. En dat is dat we enorm veel schulden zijn aangegaan in de afgelopen jaar. Dat stijgt ook nog bijna het hoogste van Nederland. Meer dan 1 miljard. En dat betekent wel dat wij als partij Sleutelstad weinig ruimte zien om naar lastenverlaging te kijken. Terwijl dat wel nodig zou zijn. Nog een laatste punt. De vraag is natuurlijk ook, krijg je ook waar voor je geld als je zulke hoge heffing hebt? En wij denken van niet. Want juist als je kijkt naar de 2 belangrijkste taken van de gemeente, veiligheid en sociaal domein, blijkt uit een begrotingsscan van de provincie dat daar minder geld naartoe gaat dan in vergelijkbare referentiegemeentes. Wij zouden zien dat daar meer naartoe zou gaan. En dus moeten we inderdaad ook kijken naar de verschillende prestigeprojecten die de afgelopen jaar zijn gestart, zoals de Leidse Ring Noord. Die zouden wij graag geschrapt zien. 155 miljoen euro. Oké. Okay. Naar Pieter Krol, ChristenUnie. Ja, zet de VVD en GroenLinks tegenover elkaar en je krijgt natuurlijk nogal een druistig debat als het gaat over lokale lasten. En voor een deel is dat begrijpelijk. Ik wil beginnen met een compliment. Een compliment ook richting het college. Want ja, natuurlijk is het zo dat als je fors investeert, dat je daar ook wat voor terugkrijgt. Ik denk heel concreet aan de schoolgebouwen waar fors in wordt geïnvesteerd. In de rioleringsprojecten. Helemaal niet zo'n aantrekkelijk project om in te investeren, maar wel ongelooflijk belangrijk dat het gebeurt. Dus ja, daar krijgen we inderdaad wat voor terug. Wat ik niet goed vind aan dit college, en dat noem ik ook wel een beetje de linkse ziekte, is dat er op geen enkele manier is gekeken naar waar het een tandje minder kan. En dat vind ik echt een gemiste kans. Want uiteindelijk, de belangrijkste vorm van duurzaamheid is financiële duurzaamheid. Dat is weten dat je stad er vandaag en ook morgen op een goede manier opstaat. En als je dan kijkt naar de manier waarop de lokale lasten zijn gestegen zonder dat er is gekeken waar het minder kan, ja, dat vind ik echt een gemiste kans. Ja, toch denk ik even naar Ashley Noord inderdaad, want toch wel wat aanvallen richting het college, richting jou. Onder andere ook wat Thijs Vos zegt over die schulden. Hoe groot is dat probleem nou? Of is dat helemaal geen probleem, de schulden van de gemeente? Nee, ik denk niet dat dat een probleem is. Daar verschillen we echt van mening over. We kiezen inderdaad voor om veel te investeren in deze stad. Dat is ook nodig in deze stad. We hebben een klimaatcrisis die deze stad enorm raakt, omdat de ruimte hier zeer beperkt is. We hebben een enorme woningnood. En we kunnen echt alleen maar woningen bouwen als we ervoor zorgen dat de bereikbaarheid op orde is en de voorzieningen op orde zijn. En we hebben de bezuinigingen uit Den Haag die het sociaal domein raken. Dus we moeten investeren in deze stad als we nu een eerlijke en sociale stad willen zijn. En als we in de toekomst ook nog steeds leefbaar willen. En die schuld voor de toekomst? Want ik vind het niet fijn als ik 10 euro aan jou geleend heb en dat pas over heel lang terug hoeft te betalen. Nee, ja, precies. Maar daar maak je natuurlijk afspraken over met elkaar hoe je dat dan precies doet. En aan die afspraken houden we ons. De provincie, dat is de financieel toezichthouder van de gemeente Leiden, die maakt zelf nog veel hogere schulden. Dus om het ook in perspectief te plaatsen. En ik kan me voorstellen dat er partijen zijn ter rechterzijde die daar andere keuzes in maken. Maar voor ons staat bovenaan dat wij kiezen voor een sociale stad waar iedereen mee kan doen en een toekomstbestendige groene stad. Ja, maar het is toch wel een beetje, als ik dat mag zeggen, gokken met de toekomst van Leiden. Dus kijk, de ambities die u wilde gaan doen in die 4 jaar, die zijn op zich sympathiek. Maar moest het allemaal nu en voor zoveel geld? Want de harde cijfers zijn 900 miljoen schuld in 2024. 7000 euro schuld per Leidenaar. En dat is toch wel, ja, dat is fijn als het in goede financiële tijden zit. Maar als we een keer financiële tegenwind krijgen, dan hebben we een probleem. En het punt wat Thijs aansneed, dat is wel een terechte. Want de oppositie heeft voorstellen gedaan voor een tandje minder. En de coalitie is daar niet in meegegaan. Bijvoorbeeld moesten die extra duurzaamheidseisen voor de IJssel, waren wij tegen. Had miljoenen geschild. Een tandje minder bij de stadhuisverbouwing. Had een tandje minder geschild. En dat is nu lekker makkelijk praten. Maar de schatkist is inmiddels leeg. En de andere partijen, ja, die moeten dat dan gaan oplossen. Hè, om lastenverlagingen. Maar dit is gewoon niet waar. Hè? Er is gewoon een bezuinigingsronde geweest waar het college heel veel voorstellen heeft voorgelegd aan de raad om te bezuinigen. Ik heb zelf bijvoorbeeld daarin geschrapt op bereikbaarheidsprojecten. De schatkist is ook helemaal niet leeg. Er is gewoon structureel geld ruimte over voor nieuwe keuzes om te maken door een nieuw college. Dus dat klopt niet. Maar het is wel uitermate pijnlijk natuurlijk dat waar u heeft bijgestuurd, dat is notabene in het sociaal domein geweest. En als je dan kijkt naar de partijen die in het college zitten, is dat op zijn minst opvallend. We gaan het straks nog hebben over armoede, energiearmoede. Nou, daar zie ik wel concreet een thema waarvan ik me ernstig zorgen maak over de keuzes die daarin door u zijn gemaakt. En dan ook wel de vraag aan u, meneer Norf, in het bijzonder.
Waar heeft u bent stadsbestuurder, hè? Dus u draagt ook financiële verantwoordelijkheid voor die hele stad. Mm-hmm. Waar zijn nou, hè, bij de collegeonderhandelingen in 2018, waar zijn keuzes gemaakt om eventueel dingen niet te doen? Ik heb ze niet gezien en u heeft die keuze niet gemaakt. En daarmee heeft u er wel voor gezorgd dat we in een financiële situatie terecht zijn gekomen, waarin de schuldquote sky high gaat, door alle signaleringswaarden gaat, de solvabiliteit door de signaleringswaarden gaat. Kortom, dat is niet reden om zomaar rustig te gaan slapen en te denken dat het morgen allemaal goed komt. Even een kort antwoord naar Ashley Noord en daarna naar Thijs Vos. Ja, weet je, in theorie hadden we natuurlijk nog veel meer kunnen investeren. Als je mij had gevraagd, hadden we volop geïnvesteerd in BPC, in de cultuursector. Dat hebben we niet gedaan. Maar wij maken keuzes die de toekomst van deze stad verstevigen. En dat ben ik blij dat u geen wethouder financiën bent. Maar dat is natuurlijk wel de u maakt zich er makkelijk van af. Want is het antwoord van GroenLinks dan echt alleen maar dat investeren het antwoord op alles is? Nee, volgens mij, je noemde het zelf een voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld in het sociaal domein kritisch gekeken welke uitgaven zijn doelmatig. Hè? Waar krijgen we daar ook voor terug wat we willen investeren? Nou ja, volgens mij kijken we daar heel kritisch naar. En we zeggen ook tegelijkertijd, je moet daar wel ook ruimhartig in blijven, omdat juist de zwaksten in deze samenleving goed mee moeten kunnen komen en ook geholpen moeten kunnen worden op het moment dat het slecht gaat. Maar we hebben daar, kijk, het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen dat we daar helemaal niet naar gekeken hebben. Dit is het eerste college dat daar echt serieus naar kijkt. Oké, heel eventjes door naar Thijs Vos, die heb ik nog niet zoveel gehoord. Ja, ik wil even terug naar iets wat Ashley net zei, namelijk dat hij keuzes heeft gemaakt, dat het college keuzes heeft gemaakt. Ja, het college heeft keuzes gemaakt voor de komende gemeenteraden en colleges. Sommige schulden die zijn aangegaan, die duren 60 jaar. In de begroting wordt 55 miljoen euro opgenomen aan het afbetalen van rente en van de schulden die aangegaan zijn. Dat is ongeveer 10% van de begroting. Waar de volgende gemeenteraden dus geen keuzes meer kunnen maken. Dat ze bijvoorbeeld meer geld naar zorg willen. Of meer geld naar veiligheid. Of misschien meer geld naar belastingen. Zoals we het bij deze stelling eigenlijk erover hebben. En dat vind ik een heel groot probleem. Niet alleen financieel. Maar je verlaagt daarmee ook de democratische waarde van verkiezingen. Maar mag ik dan meneer Vos een compliment geven? Want meneer Vos is in ieder geval consistent. Meneer Vos zegt, kies ook om bepaalde dingen dan niet te doen. Bijvoorbeeld een Leidsring Noord, dan heeft hij altijd tegengestemd. Maar de ChristenUnie en de VVD stemmen voor de Leidsring Noord. Stemmen voor de centrumroute. Stemmen voor alle grote investeringen in de rioolvervangingen. Dus ja, echte keuzes, heren, die maken jullie ook niet. Je kan wel elke keer aankomen met het Lucas van Leiden fonds van 1 keer 1 miljoen. Maar daarmee gaan de belastingen echt niet omlaag. Dus maak dan ook echt keuzes. Ja, die hebben wij proberen te maken, maar dat vond geen meerderheid. Hè? Dus die extra duurzaamheidseisen voor die ijshal. Wij zeiden, überhaupt moet je die ijshal wel doen zonder geld van de regio. Nou, dat had tientallen miljoenen gescheeld. Hetzelfde met het stadhuis, ging ook over miljoenen. En moesten bijvoorbeeld al die 3 sportaccommodaties, ja, dat is mooi als het er uiteindelijk staat, maar moest het allemaal nu en moest het extra luxe. En ja, dat is de makkelijkste weg is om te zeggen ja en de portemonnee te trekken. De moeilijke keuze is om daar gewoon bepaalde dingen in te schrappen. Ah, en wij hebben tenminste een poging gedaan, hè, om te kijken naar waar het minder kan. Dus ik ben het ook niet mee eens dat u zegt, u heeft die keuzes niet gemaakt. Om een voorbeeld te noemen. We hadden het net over een autoluwe binnenstad. Ja, ik vind het dan onbegrijpelijk dat we de Haarlemmer garage hier gaan ophogen. Echt een onbegrijpelijke maatregel, als je het mij vraagt. Waar ik ook denk dat het een tandje minder kan. We zijn als stadsbestuur best wel bezig met investeringen in private partijen, bijvoorbeeld op het Bioscience Park. En als het gaat over start-ups, kan dat heel verstandig zijn, omdat je daar heel veel voor terugverdient. Maar er komt wel een grens dat je moet afvragen, in hoeverre is publiek geld in private partijen gerechtvaardigd? Dat zijn allemaal keuzes die de ChristenUnie bereid is te maken. Dat is een terecht punt van Pieter natuurlijk. Maar ik zou Maarten ook nog wel een vraag willen stellen. U heeft inderdaad voorstellen gedaan om te bezuinigen. Korte vraag, we hebben dat als partij Sleutelstad ook gedaan. Bijvoorbeeld om de Leidse Ring Noord over de verkiezingen heen te tillen. Want dat is toch het project waar het meeste geld in gaat. 155 miljoen. Waarom bent u dan niet bereid om samen met ons daarnaar te kijken of we dat wel moeten doen? Of we niet een tandje minder daarop moeten doen? Omdat we een van de meest onbereikbare steden van Nederland zijn. En er wordt nu eindelijk, en ik ben blij dat GroenLinks daar ook aan vast heeft gehouden, wordt geïnvesteerd in die bereikbaarheid van de stad met die route. En dat een bereikbare stad levert geld op. He, dus dat kost geen geld, dat levert uiteindelijk geld op. Dus daarom houden wij die overeind. Oké, nou, slotwoord is dan voor Ashley Noord nog 20 seconden. Nou ja, dat is, sluit ik dan daarbij aan, de kracht van de investeringen. Juist door te investeren in deze stad gaat de welvaart omhoog. Kunnen meer mensen meedoen in deze stad. Blijven we die sociale rechtvaardige stad die ook in de toekomst duurzaam is en waarin iedereen mee kan doen. Oké, dank jullie wel allemaal. Gaan we door naar de pitches. De joker inderdaad, allemaal niet ingezet. Jullie weten dat jullie hem nog hebben, hè? Ja. Even kijken.
Weer drie pitches van 1 minuut. Ik ga de timer klaarzetten. Wil ik graag op het podium Thomas van de SP. Voor jou 1 minuut de tijd. Nou, laten we zeggen om 50 mag jij beginnen. Dus over 5 seconden. Dankjewel. Mijn naam is Thomas van Ham en ik ben niet de lijsttrekker van de SP. Dat wil ik even, die verwarring wil ik eventjes uit de wereld helpen. Antoine Theo heeft corona. Sterkte Antoine. En ik ben de nummer 2, dus ik kom in de buurt. Dus daarom neem ik het even over. Ik wil je in ieder geval meenemen in 3 dingen die voor de SP heel belangrijk zijn. Allereerst het sociaal domein. Daar gaat heel veel geld naartoe en dat is terecht. Want dat is voor de zorg, dat is voor eigenlijk alles wat te maken heeft met armoede, minimabeleid, inkomensondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Dat is voor de SP echt topprioriteit. Er is helaas de laatste jaren al bezuinigd op een aantal vlakken. En die bezuinigingen willen wij terugdraaien en willen ook juist meer gaan investeren erin. Ten tweede hebben we wonen. Daar hebben we het eigenlijk net ook over gehad. Daar heb ik het ook net al over gehad. Maar investeren in sociale woningbouw. Want daar is de nood heel erg hoog. Je moet 7 jaar wachten. Het is ongelooflijk, een nachtmerrie zou het zijn als mensen de stad uit worden gedreven omdat ze een laag inkomen hebben. Dat zou echt een nachtmerrie scenario zijn. En als laatste punt, participatie. Want daar seconden. Daar is het misgaan de afgelopen jaren. Dat moet beter de komende jaren. Dankjewel, Thomas. Super, van SP. Jullie Sterpra, CDA, voor jou ook een minuut. En die loopt als het tellertje 30 aangeeft. Nou, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Julie Sterpstra, lijsttrekker van het CDA Leiden. Ik woon met veel plezier met mijn vrouw Kirsten en dochter Lauren in deze fantastische stad. Wat hebben we een mooie stad. En wat het CDA betreft gaan we die stad nog een beetje mooier maken. Maar dat stelt ons wel voor uitdaging. We moeten wel aan de bak. 3 thema's waar wij als CDA op willen inzetten. Allereerst de woningbouwopgave. We hebben het er net al over gehad. Er moeten meer woningen komen, meer betaalbare woningen. Maar ook gevarieerde gaan bouwen. Eensgezinswoningen, oudere hofjes, nieuwe concepten. Daar willen wij ons voor inzetten. Tweede is het verenigingsleven. Het verenigingsleven heeft het zwaar gehad tijdens de coronapandemie. Vrijwilligers, de financiële situatie van verenigingen. Wij willen vanuit de gemeente die verenigingen gaan ondersteunen en gaan helpen de aankomende periode. En tot slot gaan wij voor veilige, schone, groene wijken. Waar je graag komt, waar je prettig woont, waar je je auto kan parkeren en waar het gewoon fijn wonen is in Leiden. Nou, vind jij dat nou ook? Stem dan aankomende week 14, 15 en 16 maart op het CDA Leiden. Dankjewel. Dankjewel, Julius. Tot een minuut? Iets meer. Je begon iets eerder. Priti Rana van Leiden participeert. Voor jou ook een minuut de tijd. En die minuut begint op 15. Dus over 5 seconden. Ach, begin maar. Dan krijg je ook extra seconden. Mag ik gewoon beginnen? Ja. Ik ben Priti Rana en ik ben lijsttrekker voor Leiden Participeert. Leiden Participeert staat voor inspraak en participatie. En misschien denkt u thuis, waarom is dat dan belangrijk? Nou, we hebben vandaag al aardig wat interessante dingen gehoord over mooie plannen voor de stad, een duurzame toekomst, parkeerplaatsen die we moeten behouden, moeten gaan bouwen, maar dat moeten we wel samen met u gaan doen. Want de afgelopen 4 jaar staan eigenlijk in het teken van een periode waar onvoldoende is geluisterd naar u. Er wordt gezegd, er is wel geluisterd, maar niet naar u. Want ik hou hier vandaag ook allerlei voorbeelden aan van mensen die in de Leidse stad wonen. En die voelen zich niet gehoord. Dus wij willen inspraak en participatie goed aanpakken. Dat betekent dat we samen met u deze stad verder willen gaan bouwen. Want dat is belangrijk. Deze stad is van u. En de gemeente, de overheid is er voor u. Ons verkiezingsprogramma heet dan ook Leiden verdient beter. En daar staan we achter. En dat gaan we de komende 4 jaar samen met u doen. Dus stem voor Leiden Participeert. Dankjewel, Priti Rana. Wij gaan door met de 4e stelling en die gaat over participatie. Nou, daar vinden we natuurlijk allemaal iets van en dat is handig. Een burgerforum op basis van loting. Dat zou een goed middel zijn om bewoners te betrekken bij de besluitvorming. Daarover gaan in debat D66 en de Partij van de Arbeid en Partij Leiden Participeert en de Partij voor de Dieren die sluiten aan. En ik weet niet hoeveel jokers er nog in het spel zijn. Nog 2 jokers, wie weet. Nee, is bezig. Ja, jij staan we allemaal op de goede plek. Ah, fijn. Nou, Fleur, een burgerforum. En dan helemaal moeten eens. Met loting moeten mensen daarin komen. Waarom is dat een goed idee? Nou, D66 heeft ook in het verkiezingsprogramma voorstellen gedaan, hè, om aanvullend op wat we al hebben,
te werken met een burgerforum. Overigens in Frankrijk, Macron heeft er ook hele mooie voorbeelden van. Dus dat willen we ook echt invoeren. Daarnaast hebben we ook in ons verkiezingsprogramma staan om te werken met amendementen vanuit de stad. We willen meer de jeugd een rol gaan geven. En doemee.nl, een online site met allerlei mogelijkheden om mee te doen in deze stad, willen wij ook verder uitbreiden. Dus aanvullend op wat we hebben, zou dat heel mooi zijn om de participatie nog meer te verbeteren. Abdel, in Frankrijk doen ze het ook, dus Leiden moet ook. Nou, het is een van de middelen en we hebben er als Partij van de Arbeid niet echt direct een mening over. Maar ik heb erover gelezen en we kunnen het proberen. Het is absoluut misschien een experiment om die participatie inderdaad beter te laten lukken. Maar wat wij als Partij van de Arbeid zien afgelopen jaren, we hebben absoluut de intentie gehad om heel veel dingen samen met de stad te doen. Bijvoorbeeld het slechte project in de Kopermolen hebben we gezegd, al bij de coalitieonderhandelingen, die trekken wij terug. De toekantoren, ook niet goed gegaan, trekken wij terug. En dan gaan we helemaal opnieuw opzetten samen met de bewoners. Nou, je ziet dat in de stand van zaken rond de Kopermolen, wat denk ik echt iets heel moois gaat opleveren. Maar de grote uitdaging wat de Partij van de Arbeid betreft, dat geldt ook voor dit burgerforum, ook voor deze ideeën van D66, is hoe gaan we iedereen erbij te betrekken. Dat vind ik de grote uitdaging. En daar wil ik ook straks een antwoord van D66 op hebben, in plaats van alleen de hoge opgeleiden. Want ook met loting ben je niet zeker dat alle mensen kunnen komen. Want we hebben heel veel mensen die we absoluut nog niet horen hier in de stad. Studenten, jongeren, niet-westerse migranten, mensen die hier willen wonen. Dat is de grote uitdaging de komende jaren, om die goed mee te nemen in het hele participatieverhaal. Ja, daarom zou loting een goed idee zijn. Dus we zijn het eens. In die zin wel. En ik ben het ook helemaal eens met de PvdA dat we die grote groep moeten bereiken. Want dat heb ik ook wel gemerkt toen ik in Leiden-Noord was. Wij hadden een bijeenkomst over de participatie. En daar kwamen ook weinig mensen. En de mensen die kwamen, die zeiden ook, ja, de kern daarvan is ook dat heel veel mensen slechter lezen en schrijven. Wat wij als gemeente hebben gedaan, en dat hebben we ook echt de afgelopen periode gedaan, want we hebben meer geparticipeerd dan ooit. En je kan zeggen, in bepaalde gevallen had het beter gemoet, maar we hebben heel veel geparticipeerd, zelfs in coronatijd. We zijn langs de deuren gegaan, we hebben huiskamergesprekken gevoerd, we zijn met boulderkarren aan de slag gegaan, allemaal in Zuidwest en in Noord. En we hebben dat persoonlijke contact gezocht. En wat mij betreft zetten we dat voort, naast dus inderdaad de digitale mogelijkheden van tegenwoordig. Maar ondanks al dat persoonlijke contact deden dus niet zoveel mensen mee. Als er straks geloot gaan worden, kan het mensen uit de Merenwijk wel schelen wat er aan de andere kant van Leiden moet gebeuren? Dat denk ik wel, dat denk ik wel. En ik denk ook dat het afhankelijk van het onderwerp zal zijn. Want we moeten dit ook echt als stad aan. We zijn als stad lerend waar het gaat om participatie. Informatie is veel beter beschikbaar dan 10 of 20 jaar geleden. Daardoor hebben mensen ook bepaalde informatie die zij dan, ja, daar gaan ze beelden over vormen. Het is goed om met elkaar de diepte in te gaan en zoveel mogelijk. En daar ben ik ook enorm voorstander van, om informatie vrij beschikbaar te stellen. En nou ja, die lijn heeft het college ook ingezet. Zo transparant en open mogelijk. Nou, één partij heeft participatie in zijn naam. Dus jij zal het ook wel een goed idee vinden. Nou, ik hoor hele mooie verhalen. Om te beginnen het burgerforum. Hè, dat is natuurlijk de stelling waar het om gaat. Met een loting. Wel een burgerforum, maar niet met een loting. Dat lijkt me niet handig. Nee, juist, hè, participatie, ik bedoel, coalitie, het huidige college heeft keiharde lessen mogen trekken van de afgelopen 4 jaar. Totaal gefaald op participatie. Dus ik ben blij dat u wakker bent, eindelijk. Tussentijds zijn wij opgestaan van Leiden Participeert, omdat er goed nagedacht moet worden over hoe je moet participeren. Dat betekent dat je participatie bij de mensen moet brengen. U bent met karren langs gegaan. Ik woon in Zuidwest, nooit gezien. Vond ik leuk, want ik hoorde iemand anders ook zeggen, we hebben met mensen gesproken en we horen mensen. Mensen die ik spreek ook niet. Dus we zullen het even hebben over wat je nog meer kan doen dan. Hè? Ja, nou vertel. Hoe spreek je iedereen wel? Er wonen veel mensen in Leiden. Ja, precies. Dus focus nou eerst op een aantal thema's. Wat voor thema's vinden mensen belangrijk? Want niet iedereen vindt alles belangrijk. Even makkelijker. Hè? Sport. Kunnen we allemaal een voorstelling van maken. Zorg er dan voor dat je ook naar de sportvelden gaat en met bijvoorbeeld sportclubs gaat praten. Zodat mensen daar ook kunnen praten over het onderwerp. En daarnaast ga nadenken over wat voor vormen je nog meer van participatie kunt hebben. En mensen met een andere achtergrond werden al genoemd. Vaak wordt participatie nog steeds te veel als elitair gezien. Zeker met zo'n doe-mee-pagina wordt toch wel als moeilijk ervaren. Dus hoe kun je dat brengen? Nou,
Bijvoorbeeld werk met participatieambassadeurs in de wijk. Gisteren waren we op bezoek in de Slaagwijk, hartstikke mooi buurthuis. Daar zijn heel veel mensen heel erg actief. Die mensen kunnen ook een grote rol spelen in hun wijken. He, waar ze mensen kunnen vertellen over hoe ze kunnen inspreken en he, wat het allemaal inhoudt. Dus echt ambassadeurs lokaal. Daarnaast kunt u denken aan het indienen van voorstellen voor bepaalde ideeën en ontwikkelingen in de stad. Want dat doen we fout. He. We nemen burgers en ondernemers en allerlei andere organisaties te weinig mee aan de voorkant van ontwikkelingen. En het laatste, en daarna, ik zie heel veel mensen die willen reageren, participatiebudgetten. We kunnen ook onze burgers laten meedenken hoe bepaalde budgetten in hun woonwijk gebruikt kunnen gaan worden. En ja, dat klinkt allemaal heel erg moeilijk, maar dit bestaat allemaal, mensen. En als we dat met z'n allen gaan doen, dan hebben we het over participatie. Voorzitter, ik hoor heel veel dingen die we gewoon al doen. Hè. We hebben de wijkregisseurs. We zijn uiteindelijk al in die wijken bezig. We zijn met die sportverenigingen bezig. We zijn met de studentenverenigingen bezig. En dat u dat dan niet weet, dat komt ook uit desinteresse van u. Want we zijn gewoon hartstikke hard bezig. En natuurlijk zou het zo kunnen zijn dat op een gegeven moment iemand pas later in het traject instapt. Maar je kan ook niet, laat maar zeggen, de hele wereld betrekken. Je bent uiteindelijk, ben je ook volksvertegenwoordiger en heb je als raad ook keuzes te maken. En daar knettert het heel vaak. We hebben een grote opgave in de stad. We moeten onze belangen afwegen. We proberen dit soort processen zo goed mogelijk in te richten. We zijn lerend. Maar op een gegeven moment moeten we ook gewoon leveren. We kunnen in participatie niet wonen. We kunnen uiteindelijk, we voeren die trajecten uit. Maar op een gegeven moment moet je ook keuzes maken. En dat heeft dit college gedaan. Voorzitter, ik wil de Partij voor de Dieren eerst horen. Want Martine heeft nog niks gezegd. Participatie helemaal mislukt in Leiden. Hoe moet het anders? Het moet anders, maar het is niet helemaal mislukt. Want ik ben het in dit geval wel met Fleur eens. Het college heeft heel veel tijd, energie besteed aan participatie. En absoluut, het gaat fout. Maar het gaat ook af en toe goed. En daar kunnen we van leren en dat kunnen we verbeteren. Wat Partij voor de Dieren betreft zetten we in op het burgerberaad. Wat eigenlijk het onderwerp van deze stelling is. En wat de Partij voor de Dieren betreft is bijvoorbeeld de energietransitie een onderwerp bij uitstek. Wat zich leidt, wat zich leent voor een burgerberaad. In tegenstelling tot Leiden Participeert zien wij heel veel voordelen van een burgerberaad met loting. Omdat zeker als je dat stratificeert, dus zeg maar per groep doet, dan kan je er dus voor zorgen dat groepen die normaal gesproken niet meedoen met die participatie, dat je die wel bereikt. Mensen moeten dan wel in staat worden gesteld om die plek te nemen. Dus bijvoorbeeld met tijd, met informatie en met geld. Want wat ons betreft wordt het een betaalde functie. Dus op die manier kunnen we, kunnen we daarvan leren en er een vervolg aan geven. Een ander punt wat ik nog wil onder de aandacht wil brengen, dat is wat ons betreft staat het belang voor kinder- en jongerenparticipatie ook heel hoog op de agenda. Daarom hebben we ook bijvoorbeeld het initiatief genomen voor de kinderburgemeester. Net gisteren is de petitie aangeboden aan nu nog wethouder Paul Dirksen. Meer dan 200 kinderen hebben dus getekend voor de komst van een kinderburgemeester. Zodat ook kinderen rechtstreeks kunnen praten met het stadsbestuur. Dat is nodig. Dat is de toekomst. Dus op die manier willen wij ook participatie naar een hoger plan tillen. Heel veel ideeën over participatie. Mag ik daar nog wat aan toevoegen? Nee, ik wil een reactie van de PvdA. En dan heb ik 4 jokers die de lucht in gaan. Ja. Nou, wat ik van partijen als Leiden Participeer hoor, dat het allemaal zo slecht is gegaan. Kijk eens om je heen. Kijk eens hoe Leiden erbij ligt. We hebben meer sociale woningen gebouwd. We zitten gewoon op schema op heel veel projecten die we hier doen. Kijk, en dat vind ik eigenlijk altijd best wel raar van lokale partijen, is dat men heel vaak achter de mensen met het grootste woord achteraan gaan. Je zou juist zeggen, met de woningnood, bijvoorbeeld rond het project Lead, dat je zou staan voor de mensen, de woningzoekenden, die woning aan het zoeken zijn. En misschien niet die kleine groep die inderdaad, nogmaals, echt met de klachten die er zijn, daar zijn we ook als Partij van de Arbeid mee aan de slag gegaan. Kijk naar het Roomburger Park bijvoorbeeld. Nou, dat is ook weer een voorbeeld van participatie die eigenlijk op een gegeven moment zo een laag niveau heeft gehaald, maar wij als Partij van de Arbeid nooit zijn gedoken. Je kan alles vinden. We hebben er voor onze keuze gestaan en we hebben het ook uitgelegd. Als Partij van de Arbeid zijn we daarin niet gedoken. En tegelijkertijd, en dat zie je gewoon natuurlijk door de afgelopen jaren heen, en zeker ook in de toekomst, de Partij van de Arbeid is juist nodig. En een partij, inderdaad een lokale partij, ook belangrijk. Maar je moet ook verantwoordelijkheid durven te nemen voor hetgene en de ontwikkeling in de stad. En niet alleen maar aangeven, ja, de participatie is slecht gegaan. We zijn er voor die mensen die er gewoon niet horen. En daar zou ik heel graag die steun willen van Leiden Participeert. Ja, mag ik er even op reageren? Leiden Participeert wordt aangehaald. Nee. Ik wil dat eerst de 4 mensen die met een wildcard zitten hun mening mogen geven. Daarna mag Priti nog even reageren en dan geef ik het slotwoord aan Fleur Spijker.
Nou, Thijs. Ja, dankjewel. Participatie is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp. En zoals u kunt horen, eigenlijk alle partijen die zijn opeens voor participatie. En toch is het de afgelopen jaren nogal verkeerd gegaan. Want 15% van de leidenaren, slechts 15% van de leidenaren vindt dat er iets met hun mening is gedaan met participatie. En dat laat ook wel gelijk zien waar het probleem in zit. We kunnen wel heel veel nieuwe middelen met burger in het woord invoeren. En daar zijn we ook van veel grote voorstander. Maar daarmee hebben we het natuurlijk nog niet opgelost. Want er moet vervolgens ook wat mee gedaan worden. Mensen moeten niet alleen kunnen meepraten of kunnen meedenken. Maar ze moeten ook mee kunnen beslissen. En dat maakt het zo belangrijk dat leidenaren de mogelijkheid hebben op een laagdrempelige manier om ook het laatste woord te hebben over beslissingen van de gemeenteraad. En dat moet uiteraard via een referendum. En dan moet de raad die moet doen wat die mensen vinden. Ja, wij vinden inderdaad dat de leidenaar het laatste woord heeft, precies. Oké. Okay. Maar u Mitchell? Bent dan toch gekozen en wat doet u dan? Ja, vooruit. Wij zijn zeker gekozen en daarom hebben we ook in ons verkiezingsprogramma gezet dat wij dus, als er een referendum is geweest, dan volgen wij dat in alle gevallen. Want wij zijn gewoon een groot voorstander van burgerzeggenschap. Daarnaast bij reguliere participatietrajecten, daar geldt dat ook, zei het, dat wij daarbij het zeer zwaar meenemen wat de omwonenden of burgers vinden. En in veel gevallen zullen wij ook bereid zijn om daar ons standpunt op aan te passen. Met die verstand dus dat het referendum is het laatste woord. In het kader van de tijd wil ik vragen of we iets korter kunnen reageren. Studenten voor Leiden. Onze hele partij is opgericht omdat er zo weinig participatie vanuit de jongeren van de stad was. En ik wil toch even een concreet voorbeeld noemen. Het verkameringsbeleid. Hè. Iets waar alle partijen heel veel meningen over hebben. In 2019 zaten er enorm veel studenten en jongeren in de gemeenteraad om op te roepen aan uw partijen dat het fout zou gaan op het moment dat dit beleid zou worden ingevoerd. Toen hebben de partijen gezegd, oké, we halen de scherpe randjes eraf, maar toch alsnog is het ingevoerd. Toen heb ik samen met de voorzitters van alle jongere partijen met als wethouder Fleur Spijker gesproken om te zeggen, er zijn studenten op straat gekomen. U zei toen tegen mij, die signalen hebben we niet gehoord. Maar wij vertelden u toen, als we het hebben over participatie, dat het gebeurde. Vervolgens zei u dat het niet bestond en zei lijsttrekker Fleur Spijker, het raakt me echt heel erg dat die studenten op straat zijn gekomen. De participatie wordt alleen maar door deze politieke partijen gebruikt in het electorale voordeel. Dat is echt iets waar ik, en zeker als lokale partij, want dat haalde Abdel even aan van de Partij van de Arbeid, als lokale partij echt op één wil zetten. Want die lokale politieke partijen die staan veel dichter bij de bevolking dan ik af en toe hoor van bepaalde lijsttrekkers / wethouders. Nou, korte reactie. Fleur Spijker, u luistert niet naar de mensen en u gebruikt het alleen in uw eigen voordeel. Ik zal vertellen dat wij hebben eens in de zoveel tijd overleg met de PKVV, Hogeschool, met de universiteit over studentenwoningen. We hebben vol continu overleg over toevoegen van woningen, over effecten van het verkameringsbeleid. En dat is de wijze waarop we dat hebben aangepakt. En Studenten voor Leiden kan wel zeggen, er wordt niet geparticipeerd, maar dat is gewoon echt falikant onjuist. En ik zou ook zeggen, de enige echte student de partij is D66 en daar bent u zelf ook lid van geweest. Ik wil naar de ChristenUnie. Ja, dankjewel. Het feit dat er zoveel mensen op het podium staan geeft aan dat dit thema leeft en ook dat het te vaak in het verleden niet is goed gegaan. En dan neem ik niet weg dat het ook goede voorbeelden zijn, maar te vaak ook niet. En wat me opvalt eigenlijk bij nagenoeg iedereen die hier staat, het zijn allemaal hoogover oplossingen worden aangedragen, als er al oplossingen worden aangedragen. We komen vaak niet verder dan een burgerforum, wat op zichzelf best een sympathiek idee is, kunnen we mee experimenteren. En het referendum. Dat vind ik, maar toch vind ik dat een armoedig antwoord van een aantal lokale partijen. Want er is echt veel meer wat er moet gebeuren. De gemeente moet veel meer een beweging naar mensen toe gaan maken. In plaats van verwachten dat inwoners altijd naar de overheid toekomen op door de overheid georganiseerde participatieavonden. Er zijn twee dingen die in ieder geval moeten gebeuren. Die heeft de ChristenUnie concreet voorgesteld. En ik denk dat we met zulke praktische voorbeelden echt gaan verder komen. En het participatietrajecten echt vlot kunnen trekken. Het eerste. Als er grote bouwprojecten zijn, dan wil ik dat de gemeente huis aan huis bij mensen gaat informeren dat er op handen zijn, de bouwplannen zijn, met de uitnodiging om mee te doen en mee te denken. Klinkt heel simpel, we doen het nu niet. Heel belangrijk dat we dat gaan doen. Tweede, we moeten veel meer gaan werken met scenario's. Vaak is het zo dat we maar één plan voorliggen. Dan gaan we daarmee naar de burgers toe. Ja, dan valt er in echt niet te participeren. Ja, over de kleur van de bakstenen en over grassprietjes. Maar daar zit een gevoel van onbehagen. En je moet inwoners aan de voorkant mee laten denken over meerdere scenario's. En als dan het scenario van jouw voorkeur wegvalt, dan heb je ook veel meer vrede met het eventueel andere gekozen scenario. Dus volgens mij komt dat het wantrouwen wat je nu ziet tussen inwoners en overheid ten goede.
Tot zover. Ik wou net zeggen. Ja, mag ik wel zeggen? Er is nog één wildcard. Hij heeft nog niet de kans gehad om überhaupt te zeggen wat de partij ervan vindt. Nee. SP. Ja, daar gaat. Ja, dat mag nog even. Dat gaat mijn tijd, Pieter. Nee hoor, ligt niet aan jou. Ja, er zijn het eens. Dat is fijn. Ja. Er zijn veel mooie dingen gezegd. Ik wil me allereerst aansluiten bij wat Pieter zei. Die twee concrete voorbeelden, die doen we inderdaad niet in de stad. En dat moet zeker beter. Ja, er zijn helaas voorbeelden van waar het de afgelopen jaren gewoon niet goed is gegaan. En wij zijn als SP groot fan van een referendum. Maar eigenlijk is een referendum, dan ben je eigenlijk, heb je eigenlijk al dingen niet goed gedaan als stad. En dat betekent dat ja, een referendum is eigenlijk een soort van laatste redmiddel die burgers dan inzetten. En dat zijn in ieder geval twee voorbeelden van dingen die gewoon niet goed zijn gegaan. En de participatie moet beter. Het moet, wat Pieter net zei, ook over de inhoud gaan en niet te veel over de kleurtjes. En dat is waar het echt de afgelopen jaren flink aan mis is gegaan. En als ik nog heel even kort mag zeggen, dat was ook een compliment aan de collegepartijen. Er is gewoon veel gebeurd. Jullie hebben veel ondernomen. Maar dat betekent ook dat de participatie daar ook in, daar moet je gewoon veel in investeren. Want veel projecten betekent dat je met veel mensen moet praten. En dat is waar het de afgelopen jaren helaas, vinden wij dat jullie te weinig verantwoordelijkheid in hebben genomen. Nou, toch nog complimenten. Laatste woord aan de PvdA. Nou ja, ik hoor ook weer links en rechts ook weer complimenten inderdaad. Want nogmaals, het leeft. Dus dat betekent dat het ook echt wel een thema is geweest. En we kunnen gewoon straks de bonnetjes neerleggen over alle participatietrajecten die zijn ingezet. De Merenwijk-traject heeft bijna €500.000 gekost. Dus dat is de uitdaging. En ik ken de ChristenUnie als een financieel degelijke partij. Dus dat is alleen al het project Kopermode €500.000 of €500.000. Dus we gaan alle projecten deur aan deur. Nou, rekent u maar uit en rekent u maar straks uit inderdaad hoe we ook straks nog financieel degelijk alle projecten deur aan deur inderdaad gaan mee participeren. En buiten dat inderdaad, hebben we dan inderdaad iedereen te pakken. Waar is die woningzoekende? Die zal niet deur aan deur inderdaad open doen. Dat is een woningzoekende die nog misschien jarenlang bij vader en moeder op zolder zit. Mensen die misschien toch niet kunnen lezen en schrijven. Nou, dat is denk ik een rol van die gemeenteraad die gewoon inderdaad zo representatief mogelijk moet zijn. En dat we daar de beslissing in moeten nemen. Maar nogmaals, ga ik zeggen dat alles goed is gegaan? Absoluut niet. Maar dat het allemaal met dit soort populaire zaken inderdaad, die participatie even opgelost kan worden. Nou, ik denk dat je daar dus ook als partij je verantwoordelijkheid moet nemen om Leiden verder te brengen. Nou, dat participatie, iedereen vindt er iets van. We zijn het er allemaal over eens dat het ook nog anders kan. Dank jullie wel. Dan hebben wij nog drie pitches. De laatste drie. En Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren, die mag als eerste. 1 minuut om te vertellen waarom wij op jou moeten gaan stemmen. En ik zeg wij, maar ik woon niet eens in Leiden, dus jullie. Ja, dankjewel. Ik ben Martine van Schaik, lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren in Leiden. En er zijn voor de Partij voor de Dieren 3 thema's heel erg belangrijk. De eerste is, wij willen graag meer en betere bescherming voor de natuur en het groen in Leiden. Wij willen de Leidse parken tot beschermd natuurmonument verklaren. De tweede is, wij willen ook wat doen aan de woningnood. En dat willen we vooral doen door de huisjesmelkers en de speculanten aan te pakken. Daar is geen plaats meer voor. Alleen bijbouwen lost niks op. De gemeente moet echt beter en sterker reguleren. Derde punt, wij willen dat de dieren in Leiden veel beter beschermd worden. Er wonen in Leiden meer dieren dan mensen. En toch worden ze nog heel vaak vergeten. En misschien tot slot, de Partij voor de Dieren is anders. Echt anders. En het zit in onze naam, in onze partijnaam verankerd, dat we opkomen voor hen die nu niet gehoord worden, die nu geen stem hebben. En dat geldt inderdaad voor de dieren en dat geldt voor de natuur, maar dat geldt ook voor de mensen. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn of moeilijk rond kunnen komen of als ze een onwillige overheid tegenover zich vinden. Dus kies met je hart, hou vast aan je idealen en kies Partij voor de Dieren. Partij voor de Dieren, Martine van Schaik. De volgende, Ashley Noord. GroenLinks. Dankjewel. Ashley North van GroenLinks, lijsttrekker inderdaad. Op 16 maart staat de toekomst van onze stad op het stembiljet. Dan bepaal jij welke richting Leiden inslaat. En de richting van GroenLinks is duidelijk. GroenLinks kiest voor een groen, eerlijk en levendig Leiden. En dat maken we ook waar. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar laten zien. Wij maken het verschil voor een stad met groene wijken, met meer bomen, meer parken en waarin fiets en voetganger op één staan. Voor een gastvrije stad die met beide benen in Europa staat en klaar is voor de toekomst. Een toekomst met schone energie,
goede schoolgebouwen en een levendige cultuursector. Een stad waar we naar elkaar omkijken, waar we voor elkaar zorgen, juist ook als het wat minder met je gaat. En GroenLinks maakt het verschil voor een stad waarin iedereen betaalbaar kan wonen. En daarom bouwen wij volop duurzame woningen en sociale huur. Jij kan ook het verschil maken. Stem 16 maart GroenLinks. 14 en 15 maart mag ook. 14 en 15 maart mag zeker ook. Oké, okay. Ik vraag het even voor de zekerheid erbij natuurlijk. Pieter Krol is de laatste, de ChristenUnie. 1 minuut gaat nu in. Samen recht doen, dat is de missie van de ChristenUnie voor Leiden. Samen omdat ik geloof in de kracht van Leiden, in vrijwilligers. Vrijwilligersorganisatie, betrokken wijkbewoners, wijkverenigingen, sportclubs en al die andere gemeenschappen die er in de stad zijn. En samen omdat we als overheid niet alle wijsheid in pacht hebben. We hebben u, jou, heel hard nodig. En recht voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Voor vluchtelingen. Voor de klimaat en voor de schepping. En doen. Omdat het niet bij woorden alleen moet blijven. De ChristenUnie wil dat we uitgeprocedeerde asielzoekers weer ruimhartig gaan opvangen. En begeleiden. De ChristenUnie wil met een lokale isolatiebrigade ervoor zorgen dat u en jou, mijn huis, versneld geïsoleerd kan worden om voorbereid te zijn op de klimaatverandering die al bezig is. En ik wil dat jongeren een eerlijke kans maken op de woningmarkt. En dat betekent dat we dezelfde woningsplicht nu eindelijk actief moeten gaan invoeren. Dat is samen recht doen. Wilt u dat ook? Stem dan op 14, 15 of 16 maart op de ChristenUnie. Dankjewel. Lieve, dit participatie, daar werden alle wildcards ingezet die er nog waren. Dus we stonden met z'n allen te participeren. Er zijn er nog drie. Vier. Zijn er nog drie? Pieter Krol heeft er twee natuurlijk. Maar er stonden er net vier. Nou, vooruit. Maar in ieder geval, succes met de laatste stelling. Ja, de laatste stelling. Drie wildcards dus. Vier wildcards dus nog te vergeven. We gaan het hebben over armoede. Ik wil graag op het podium hebben CDA, SP... Partij Sleutelstad en de Partij van de Arbeid. Dan zullen we dan Partij Sleutelstad en de Partij van de Arbeid even omdraaien. Ja. Dus Thijs, als jij dan rechts wil staan. En zo. Ook in Leiden kunnen veel mensen amper rondkomen. Helemaal nu de energierekeningen exploderen. De gemeente moet veel meer werk maken van het oplossen van tussen haakjes energiearmoede. Dat is de stelling. En ik zou daarbij graag als eerst het woord willen geven aan Thomas van de SP. Ja, klopt. Er is helaas heel veel armoede in Nederland, maar ook in Leiden. Leiden heeft zelfs een bovengemiddeld aantal mensen in armoede. 8100 huishoudens die leven van tot aan 120% van het sociaal minimum. Dan heb je echt een laag inkomen. En daar moet absoluut iets aan gebeuren. Maar de afgelopen jaren is er juist bezuinigd op een aantal armoede- en minimaregelingen die precies dat beetje hulp hadden kunnen bieden. En dat is bijvoorbeeld een declaratieregeling. Dat was 1,8 miljoen euro, waarmee mensen 210 euro per jaar konden declareren voor bijvoorbeeld een fiets, een treinabonnement, allemaal mooie dingen. Dat is wegbezuinigd, maar er is ook bezuinigd op de collectieve zorgverzekering minima. Dus jij zegt eigenlijk bezuinigingen terugdraaien? Zeker. Op zijn minst. Ja, maar die bezuinigingen die kwamen natuurlijk wel ergens vandaan, hè? Dat moest. Dat moest niet. Nee, dat moest niet. Ja, kijk, er is natuurlijk een gigantische opgave. En Ashley van GroenLinks die zei dat net terecht. Vanuit landelijk is er een gigantische bezuinigingskaalslag geweest op het sociaal domein. Maar als Leiden kan je gelukkig ook keuzes maken. En je kan ook keuzes maken in het sociaal domein. We snappen de spanning die erin zat, maar je had het ook... Je had het ook anders kunnen doen. Keuzes kunnen maken. Ik ben benieuwd wat het voor keuzes het CDA wil maken. Nou, allereerst wil ik even ingaan op het punt van die energiearmoede. Want dat is zeker zeer urgent. En zeker met alle onzekerheid in het oosten van Europa en de oplopende gasprijzen en dergelijke, zie je gewoon dat die energierekening ontploft. Dus ik ben ook ontzettend blij dat het kabinet gisteren heeft aangekondigd dat ze een tegemoetkoming van tot en met 800 euro voor de laagste inkomens gaan geven. Nou, daar kunnen wij als gemeente Leiden blij mee zijn, denk ik. Ik denk dat mensen oprecht daarmee zijn geholpen. Maar wat kunnen we doen als lokaal? Lokaal heeft het CDA ook de afgelopen begroting samen met GroenLinks een amendement op de begroting ingediend voor 500.000 euro om energie en de ChristenUnie
excuus Pieter, om energiearmoede in de wijken tegen te gaan. En ik vind wel dat hier een koppeling met landelijk te maken moet zijn. Er is 35 miljard door dit kabinet uitgetrokken voor de klimaatverandering tegen te gaan. Nou, ik vind dat we heel simpel, we moeten gaan isoleren, we moeten zonnepanelen op daken gaan leggen en ook die energiearmoede tegengaan, juist bij die huizen die heel slecht geïsoleerd zijn, corporatiebezit. Ja. Nou, daar willen wij onze vinger in Den Haag voor opsteken, zorgen dat het geld naar Leiden komt, zodat we dat zo snel mogelijk kunnen aanpakken. Ja. En hoe kijk jij naar de bezuiniging in het sociaal domein in Leiden, waar Thomas het net over had, hè? De voorbeelden die hij noemt? Ja, ja, ja. Nou, kijk, ik vind het verschil tussen de SP en het CDA in deze is, de SP wil oude regelingen terugbrengen. Er zijn vervangende regelingen, bijvoorbeeld het maatwerkbudget, voor teruggekomen. Ik zeg niet dat het altijd goed loopt nog. Daar moeten we samen naar kijken om dat te kunnen verbeteren. Het loopt zelfs heel slecht. Maar bijvoorbeeld, het verschil zit hem hierin. Ik denk dat als je weer die declaratieregeling gaat invoeren, als je de zorgverzekering gaat invoeren, dan loont het onvoldoende om tot werk te komen. De mensen die het echt nodig hebben, daarvan zeggen wij als CDA, die moeten we ondersteunen. Daar hebben we ook de bijstand voor. Maar we moeten wel zorgen dat mensen zoveel mogelijk aan het werk kunnen gaan. En die regelingen waar Thomas weer voor pleit, draagt daar onvoldoende aan bij in onze optiek. Thomas? Ja, daar ben ik het absoluut mee oneens. Allereerst het maatwerkbudget. Dat was inderdaad de vervanger voor de declaratieregeling. Eventjes de cijfers op een rijtje. 1,8 miljoen per jaar voor de declaratieregeling. 100.000 euro wordt effectief besteed in het maatwerkbudget aan mensen helpen. En ja, er gaat wat meer geld naartoe. Maar dat betekent ook dat er iets van 4.000 huishoudens die gebruik maakt van de declaratieregeling niet meer die tegemoetkoming krijgen. 210 euro per jaar. En het CDA zegt van ja, we weten niet of ze er iets mee zouden doen. Nou ja, dat vind ik een beetje een zwakte bot eerlijk gezegd. Want een treinabonnement, een fiets, alles was in het teken van participatie. Nee, dat was sowieso de gedachte, de gedachte van zo'n maatwerkbudget is wel dat je heel gericht mensen gaat helpen waar ze dat nodig hebben. Die declaratieregeling, die oude regeling, die is veel te generiek, veel te breed. Ja, en zeg jij, het geeft de verkeerde prikkels. Ja, dat geeft het de verkeerde prikkels, zeker. Thomas? Nee. En bovendien kan het ook naast elkaar leven. Het wordt nu gezegd als het een of het ander. Partijen zeggen hier van nou, die declaratieregeling, dat was allemaal niet fantastisch, dus het maatwerk is er. Ja, dat had ook een aanvulling kunnen zijn. Dat allereerst. Sterker nog, met maar 100.000 euro per jaar was dat niet eens heel veel geweest. Maar het laat gewoon vooral zien dat het totaal niet functioneert. Die barrière ligt veel te hoog. Jawel, maar ga even in op het punt dat we lezen steeds meer dat je armende werkenden krijgt. Dus mensen die werken, keihard werken om rond te komen. Minimumloon gaat omhoog. Volgens mij zijn het CDA en de SP blij dat minimumloon omhoog gaat. Maar het moet wel lonen om te werken. En als je dit soort maatregelen allemaal blijft invoeren, dan is het juist voor die groep die wel werkt, ja, dan wordt het bijna interessanter om niet te werken dan om wel te werken. Ja, dit vind ik een interessante, als ik daar nog heel veel mag reageren. Want onder die hele groep die ik net noemde, die 8100 huishoudens, iets van een derde is werkend arm inderdaad. En een derde, dat vergeten mensen ook, dat zijn mensen die een AOW hebben. Mensen die met pensioen zijn. Mensen die helemaal niet meer hoeven te werken. Die groep, daar was de declaratieregeling bijvoorbeeld ook voor. Maar ook de collectieve zorgverzekering minima. Een tegemoetkoming in zorgkosten. Daar is ook op bezuinigd. 1 miljoen per jaar. En daar heeft het CDA, hebben ze gewoon voorgestemd. Oké, okay. Gaan heel even de vloer verbreden. Want er zijn ook nog wat jokers te spelen. Eerst eventjes naar Abdelak van de Partij van de Arbeid. Ja, kijk, met dit soort debatten, helaas hoor je ook niet het complete verhaal. Wat is het complete verhaal? Het complete verhaal is dat deze coalitie, waaronder de Partij van de Arbeid, al zag dat het in Den Haag echt te weinig geld naartoe kwam. Dus we zijn begonnen met 15 miljoen euro extra te stoppen in de begroting. Tussendoor hebben wij nog 10 miljoen extra in het sociaal domein gestopt. Om inderdaad de meest zwakkeren te helpen. Dat is 25 miljoen euro wat deze coalitie, waaronder de Partij van de Arbeid, waar we heel trots op waren. Wat ik bij de SP hoor, dat is inderdaad, ze willen terug naar het declaratiebudget, 210 euro. Nou prima, je krijgt 210 euro. Hoe zou je dat nu moeten oplossen met de energiearmoede, waar deze stelling eigenlijk over gaat? Het maatwerkbudget, dat geeft juist de ruimte om te kijken van hé, die rekening die is echt inderdaad niet meer te doen voor u. Dus wij gaan met u in gesprek en wij gaan zorgen dat u structureel gewoon uw rekening kunt betalen. Okay. Dat is het maatwerkbudget. Heel even de vraag dus aan SP Thomas. Ja, nou ja, allereerst mooi dat er geld is uitgegeven van het sociaal domein. Dat is prachtig, maar dat was te weinig. Ik hoor partijen heel goed zeggen. Op de vraag? Terugkomend op de vraag, nou ja, dat de declaratieregeling eventueel niet voor energiearmoede zou kunnen worden ingezet. Nou, dat zou eventueel wel kunnen. Dat kunnen wij als raad gewoon beslissen. Daarnaast zijn er ook andere regelingen waar we in kunnen investeren. Zoals bijvoorbeeld de bijzondere bijstand. Moeten we meer
We gaan heel even door naar Thijs Vos, partij Sleutelstad. Ja, dankjewel. Het is echt dramatisch voor arme Leidenaren in welke situaties zij vaak terechtkomen. Stijgende energiekosten, de boodschappen die steeds duurder worden. Maar ook die bezuinigingen die de afgelopen jaren door het stadsbestuur zijn ingevoerd. Thomas noemde het al en ik kan me daar eigenlijk volledig bij aansluiten. Het is echt schrijnend dat regelingen zoals de collectieve zorgverzekering of de tegemoetkoming, chronisch zieken, dat daar op bezuinigd is. En dat willen wij, net als de SP, willen wij dat gewoon terugdraaien. Voor ons staan er namelijk twee dingen, hebben echt prioriteit binnen bij de financiën van de gemeente, namelijk veiligheid en het sociaal domein. Even terug naar, we hebben het over energiearmoede. Er is een joker gespeeld door Klimaatactie Nu. Marcel, jou eventjes het woord. Ja, dankjewel. Kijk, de energiearmoede, de energieprijzen die stijgen 100%. Mensen gaan echt het dubbele betalen op dit moment. Daar moet heel erg hard op ingezet worden. Nou, we hebben een systeem in Leiden met wijkambassadeurs. Daar is inderdaad de motie over ingediend. Die heb ik toen nog in mijn GroenLinks-tijd geschreven. Samen met Josien. Maar dat is te weinig. Dat systeem moet uitgebreid worden. We moeten heel erg hard gaan inzetten om mensen direct te gaan helpen. Met kleine maatregelen. Het inregelen van verwarmingen. Het plaatsen van strips, tochtstrips, noem maar op. Isoleren. Dat moet gaan gebeuren. Mm-hmm. En daarnaast moeten we woningeigenaren en woningcorporaties aan gaan zetten. En met enige druk om heel erg versneld de woningen te gaan verduurzamen en te gaan isoleren. Ja, verduurzamen, isoleren. Ik roep eventjes Ashley Noord van GroenLinks het podium op. Heeft ook zijn joker. Ja, dat moeten we gaan doen. Ja. Dat is dus nog niet gedaan, kennelijk. Dat moeten we zeker gaan doen, inderdaad. GroenLinks is ervoor opgericht om op een eerlijke manier te verduurzamen, dat iedereen mee kan doen. En wij vinden echt dat er veel meer en veel harder werk gemaakt moet worden gemaakt van de energiebesparing. Ik denk dat Marcel daar helemaal gelijk in heeft. Afgelopen jaren hebben we het heel veel gehad over warmterotondes, hè, over grote systemen om te verduurzamen. Maar je kan al veel meer en veel sneller aan de slag als je inzet op energiebesparing. En ervoor zorgen dat die enorm stijgende rekening waar mensen in mijn wijk als de kooi nu te maken mee krijgen, dat die gedempt gaat worden. Want dat rijst echt de pan uit in combinatie met bijvoorbeeld ook de inflatie van de boodschappen. Ja. Dus volop inzetten op energie. Toch even de vraag. Van wie is hier nou op tegen? We willen toch allemaal verduurzamen? Dat lijkt me iets goeds. Jullie Sterpsa, jij wilde even inbreken? Nou ja, kijk, niemand is denk ik hier op tegen. Zeker omdat het de energierekening naar beneden gaat brengen, deze investering. Maar de vraag is, hoe gaan we dat dan organiseren? En daarvan zeggen wij als CDA, nou, richt nou een isolatiefonds op, hè, of een brigade, zoals Pieter dat dan noemt. Daar zijn ze landelijk ook mee bezig. En ik vind het heel belangrijk dat hier de lobby richting Den Haag vanuit het Leidse, om van die 35 miljard die beschikbaar is gesteld, dat het geld hier naar Leiden komt. Niet allemaal, ja, mag ook allemaal, maar het is misschien een beetje veel. Maar in ieder geval substantieel, zodat we aan de gang kunnen met dat corporatiebezit om te verduurzamen. Maar het is natuurlijk niet de oplossing om met een megalomane warmterotonde het probleem op te gaan lossen. We moeten ook weer hier geldt de participatie. Mensen in de buurten, die moeten met de oplossingen komen. En die zijn er, die liggen er. Ja. Participatie hebben we het net over gehad, hè? We gaan even naar Pieter Kool, heeft zijn joker ingezet. Dus aan hem ook eventjes het woord. Ja. Ja, dank. In ieder geval belangrijke winst dat ik volgens mij onze wethouder van GroenLinks zo lang net een klein beetje afstand hoor nemen van de warmterotonde. Misschien dat hij daar zo nog iets over kan zeggen, maar dat zou goed nieuws zijn, mensen. Want dat is nou echt een voorbeeld van een megalomaan project waar we het in ieder geval niet mee gaan redden. Afgelopen donderdag een voorstel van de ChristenUnie in de gemeenteraad aangenomen om te zorgen dat er een plan gaat komen, juist voor de laagste inkomensgroepen in Leiden, om juist hen mee te nemen om een huis te gaan isoleren. Want dat zijn de mensen die door te isoleren direct gaan zien dat hun energierekening omlaag gaat. Dus dat is keihard nodig. Op aandringen van de ChristenUnie landelijk komt daar overigens nu nog eens €800 voor de 800.000 laagste huishoudens in Nederland bij. De BTW op energie gaat, met dank aan de regering, waar meerdere partijen in zitten, maar zeker ook de ChristenUnie, van 21% naar 9%. Dus dat zijn de snelle maatregelen die nu genomen zijn, die goed zijn. Maar vooral is het echt belangrijk dat we nu veel meer dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan, echt gaan inzetten op lokale initiatieven. Drempels wegnemen, bijvoorbeeld om het makkelijker te maken om zonnepanelen op je dak te leggen. Regels van welstand zijn nu soms echt nog te streng en daar is winst te behalen. Oké, heel eventjes, anders hebben we nieuws te pakken inderdaad, de warmterotonde. Nou, we moeten gewoon aan de slag daar waar het kan. En ik vind wel dat we de afgelopen jaren te veel hebben gekeken naar het grote systeem,
Terwijl ik denk dat het ook mogelijk is om onwijs veel meters te maken door energiebesparing in te zetten, door met de corporaties om tafel te gaan, door te kijken daar waar de rekening de pan uitreist, die te dempen door in te zetten op isolatie. En maar dat zijn jullie voor of tegen de warmterotonde? Nou, restwarmte vanuit de Rotterdamse haven, hè? Wij zijn voor keuzevrijheid van inwoners. Er zijn heel veel initiatieven in de stad, bijvoorbeeld in de Merenwijk en andere wijken, waar mensen zelf aan de slag gaan met warmtebronnen. Dus dat willen we stimuleren. Maar we denken dat je daar er niet alleen mee komt. Dus iedereen kan doen alsof je de warmterotonde weg kan zetten. Maar dat kunnen we op dit moment niet. Dus voor de warmterotonde in combinatie met andere alternatieven. Altijd alle opties openhouden om duurzaamheid zo dichtbij mogelijk te brengen. Helder. We hebben nog één joker, Fleur Spijker. Het wordt gezellig hier op het podium. Maar ook aan jou nog eventjes het woord. Ja, dankjewel. Want we hebben inderdaad de afgelopen periode heel veel gedaan. En dat zit hem in de grote systemen. Want we willen het ook makkelijk maken voor de mensen in de toekomst. Maar ook in de kleine maatregelen. Want we hebben gezegd, het komt aan op besparen. Dus vooral gedrag. Je moet gewoon minder energie verbruiken. Isoleren en opwekken. En voor isoleren gaan we echt een isolatieplan van aanpak maken. Vanuit het Rijk is inderdaad substantieel geld beschikbaar gesteld. In mei komt daar ook duidelijkheid over het fonds en het warmtefonds. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. Maar wat ik vooral nog even wil benadrukken, dat ik zie dat mensen het inderdaad heel zwaar hebben. En ook door de oorlog die nu gaande is, zie je dat de koopkracht enorm onder druk komt te staan. Dat betekent dat wij met z'n allen enorm moeten schakelen. Zowel op rijksniveau als op lokaal niveau. En ik denk dat het goed is voor de mensen dat we daar ook echt aandacht voor hebben de komende periode. Want het gaat echt veel betekenen. En dat wil ik wel gezegd hebben met elkaar. Gaan we door naar partij Sleutelstad, want de tijd tikt ook weg. Dan zal ik snel zijn. Heel veel partijen hebben hele goede voorstellen om energiearmoede te bestrijden. En die steunen wij ook van harte. Maar het is ook belangrijk. Het is beter om te voorkomen dan genezen. Isoleren dus hartstikke goed. Maar wat ook superbelangrijk is, is keuzevrijheid. Want als mensen keuzevrijheid hebben, blijkt het onderzoek in het buitenland, dan zijn bijvoorbeeld warmtenetten goedkoper. Omdat je dan concurrentie hebt in plaats van dat de monopolist de monopolieprijs doorberekent. Oké, het slotwoord is voor Partij van de Arbeid, Abdelak. Ja, dankjewel. Ik hoor keuzevrijheid, daar zijn wij ook absoluut voor. Maar ik denk dat wij als Partij van de Arbeid de enige zijn, ook bij de warmtevisie, die juist de waarschuwing hebben gegeven voor die keuzevrijheid. Want die kan er ook voor zorgen, die keuzevrijheid, dat het hele systeem om uiteraard straks 120, 130, 140.000 Leidenaren betaalbare warmte thuis te brengen, die juist voor zorgt dat alleen maar de happy few aan de bovenkant hiervan kunnen profiteren in plaats van alle Leidenaren. Dus pas op inderdaad wat je stemt op 16 maart. Dank jullie wel voor dit laatste debat over de stelling armoede. Blijf nog even staan allemaal. Want we gaan naar een afsluiting, maar Emiel wil ook een foto aan het eind maken. Ik weet niet of Robert eerst nog wat wil zeggen. Ik denk dat we eerst de kijkers thuis gaan bedanken voor het kijken. Ga vooral stemmen op 14, 15 of 16 maart. En ik hoop dat dit lijsttrekkersdebat ervoor gezorgd heeft dat je weet op welke partij